Dames en heren, het is 7:00 geweest. Ik open hier bij de vergadering. We hebben een mooi en stevig agendapunt. De duurzaamheidsagenda, hoe gaat er weer om? De plannen middellange termijn. We hebben een hele forse belangstelling deze keer. We hebben wat stoelen bijgezet. We hebben de bankjes andersom gedraaid. En dat maakt het tot een echt iets wat bij een raad hoort. Een mooi debat over een stevig onderwerp. Voorafgaand aan het debat heeft het college altijd de gewoonte om de leden van de raad even de hand te drukken. U kunt zich voorstellen, al is het alleen maar om te laten zien dat je het ook serieus neemt, dat we deze keer in het kader van het voorbeeld wat onze minister-president gisteren gaf, dat we het een keer overslaan. Ik hoop dat we het één keer overslaan, niet vaker, in het kader van het corona, maar vandaar dus. Maar desondanks, vanuit de hoek van het college, even goed gemeend, een hele goede vergadering gewenst aan elkaar. De heer Van der Wel die laat zich onschuldigen, die is afwezig en voor de rest is iedereen er. En dat zijn de mededelingen die ik heb in ieder geval. Actuele vragenronde, daar zijn geen vragen ingediend. De vaststelling van de agenda, ik stel voor dat we de agenda volgen zoals die is voorgelegd. Dan het spreekrecht bij de agendapunten en ik wil het woord geven aan mevrouw Bakhuis-Botter. Die heeft de vorige keer de raad, de commissie eigenlijk de raad, informeert over uw mening ten aanzien van het thema waar we het over hebben vanavond. En u heeft nu in tweede termijn weer 5 minuten om daar op door te gaan. Beste raadsleden, mijn naam is Lisa Bakhuis en ik spreek in namens bewoners van het gebied Kloosterhaar Oost. Vanavond gaat u een besluit nemen over het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024. 2 weken geleden vertelde ik u dat dit programma in de huidige vorm verstrekkende gevolgen heeft voor onze directe leefomgeving. Ik voorzie u vanavond graag van nieuwe informatie en reageer tevens op de vragen waarmee u ons naar huis heeft gestuurd. Om een duidelijk beeld te geven, moet ik een aantal zaken kort herhalen. In het MJP is opgenomen dat de pilotgebieden voor windenergie, namelijk de gebieden 6 en 7, parallel ontwikkeld worden. Dit terwijl gebied 7 niet is aangewezen als pilotgebied. Maar ook dat de ontwikkeling van windmolens in het gebied Balderhaar-Moor door NVB, de Duitse energieleverancier, wordt meegenomen binnen de verkenning van gebied 6. Kort gezegd, de bestaande OAG, de omgevingsadviesgroep voor het gebied Bergentheim-Kloosterhaar-Sipkelo, neemt het gebied aan de Duitse grens mee binnen hun verkenningsgebied. Een zorgelijke zaak. Raad, u heeft goed naar ons geluisterd. Dit is volgens ons ook de bedoeling van een democratisch bestel. Natuurlijk hebben wij ook goed naar uw reacties geluisterd. Straks meer over hoe we hierop inmiddels al actie hebben ondernomen. Een windpark past niet in het gebied Kloosterhaar Oost. Het past er letterlijk niet qua ruimtebeslag en het past al helemaal niet vanwege de overlast die het gaat opleveren voor zowel mens als dier. Daarnaast is het niet correct dat wij als omwonenden niet aan tafel zitten om hierover mee te praten. De plannen voor ontwikkeling voor het opwekken van windenergie in gebied 7, ofwel Kloosterhaar Oost, moet dan ook meteen van tafel. NVB ontwikkelt een windpark pal aan de Nederlandse grens. Het lijkt erop dat er een aantal windturbines binnen de 376 meter zone van het verdrag van Meppen komen te staan. Dit zijn geen gewone turbines, maar mega windturbines. Normaal staan deze kolossen met een hoogte van 248 meter enkel op zee. Deze witte monsters hebben wieken met een lengte van een voetbalveld. Wij maken ons zorgen. Als grensbewoners vragen wij u daarom scherp toe te zien op de handhaving van het verdrag van Meppen. 2 weken geleden vroegen mij onder andere of wij tegen duurzame energie zijn. Nou, mede namens mijn buren, hier allemaal weer aanwezig, kan ik hierop volmondig nee antwoorden. Sterker nog, we hebben naar u geluisterd met kreten als luchtkastelen bouwen, burgerinitiatieven, micronetwerken, participeren en vooral lef tonen heeft u ons zelfs geïnspireerd. Ja, want als je geen onderdeel bent van de oplossing, dan ben je een deel van het probleem. Wij willen graag onderdeel zijn van de oplossing. En daar willen we als Kloosterhaar Oost graag samen met de gemeente de schouders onder zetten. Laten we ons belastinggeld en onze tijd dus vooral efficiënt gebruiken door samen te werken aan een realistisch plan waar we ook zelf de vruchten van plukken. Na de laatste oriënterende ronde hebben we niet stil zitten afwachten.
Zo hebben we gesprekken gehad met een aantal fracties, een gesprek met wethouder Ten Kate en Robert Ekkelenkamp, maar ook hebben we zelf twee informatiebijeenkomsten georganiseerd voor alle inwoners van het gebied Kloosterhaar-Oost. Afgelopen weekend informeerden we als 4 initiatiefnemers onze buren, ruim 100 in totaal. De meeste daarvan zijn ook aanwezig momenteel. Dat deden we gewoon op een erf, in een ruime schuur, letterlijk midden op die mooi glooiende Balderhaar. Hier hoorden we elkaar en vormden we een mening. De conclusie? Onze buurt, hier talrijk aanwezig, zit op één lijn. En dat wil zeggen, we zijn voor windturbines die mens en dier schaden, is absoluut geen draagvlak. Voor andere vormen van duurzame energie, des te meer. Beste Raad, wij willen verduurzamen, maar dan ook op een financieel duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier. Dat wil zeggen door transparant samen te werken en niet alleen de lasten, maar ook de lusten in ons mooie gebied te houden. Als initiatiefnemers hebben we de smaak te pakken en zijn we aangestoken door het duurzaamheidsvirus. Dat weet de wethouder inmiddels ook. We hebben met hem gesproken over het opzetten van een energiecollectief. Het realiseren van een micronetwerk met bijvoorbeeld een buurtaccu in een voormalige Rijnwaterkelder. Maar ook over de ontwikkeling van een proeftuin door deelname aan het Rijksprogramma Aardgrasvrije Wijken. Raad, u hoort het al. Het was een vruchtbaar gesprek met de wethouder. Hij heeft ons toegezegd alles op alles te zetten om de aanvraag voor de proeftuin en eventueel andere passende subsidies in gang te zetten. Voorzitter, ik rond af. Ik vat onze bezoeken nog eenmaal kort samen in 4 punten. Ten eerste, ontwikkelgebied 6 en 7 niet langer parallel en laat gebied 7 los als pilotgebied. Ten tweede, in die gebied 7 onverhoopt toch als nieuw pilotgebied wordt toegewezen, dan willen wij als inwoners inspraak en zeggenschap. Ten derde, wij vragen u toe te zien op de handhaving van het verdrag van Meppen. Ook wanneer er enkel aan de Duitse zijde windmolens geplaatst worden. Ten vierde, zien wij onszelf als onderdeel van de oplossing. We willen initiatief nemen en of participeren in het opwekken van duurzame energie, zodat we niet alleen de lasten, maar ook de lusten hebben. Wilt u ons hiervoor de ruimte geven? Tot slot. In de democratie staat de meerderheid centraal. Maar democratie betekent ook rekening houden met de belangen van minderheden. Omwonenden van windturbines zijn per definitie in elke gemeente een minderheid. Maar die minderheid heeft wel op u gestemd en u moet vanavond ook hun belangen vertegenwoordigen. Het mag dus geen kwestie van jammer, maar helaas worden, want daarvoor is de duurzame schade voor ons als omwonenden in alle opzichten veel te groot. Dank u wel. De bakkers, dank u wel. Een kort en bondig en to the point betoog. En ik kijk even vanuit de kant van de raad aanleiding is voor een enkele vraag. De heer Roelofs, dan lopen we zo even rond. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Bakhuis, wat ik vooral wil zeggen en wat ik waardeer in uw acties, vooral na de vorige bijeenkomst-oriënterende ronde, waar u vooral zat over waar u het allemaal niet mee eens was, wil ik toch wel melden dat ik er heel veel respect voor heb wat er in dat gebied de afgelopen 2 weken is gebeurd. En dat u niet alleen spandoeken op bent gaan hangen waar u tegen bent, maar dat u vooral de gelegenheid hebt aangegrepen om met de mensen om u heen daar iets goeds mee te doen. En dat wou ik graag even zeggen. Dank u wel. Ik kijk even rond of er andere vragen zijn vanuit de raad. Ja, de heer Jonkans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil ook graag mijn complimenten uitspreken voor de zeer constructieve bijdrage. En ja, u geeft aan dat er met u samen te werken valt. En dat juichen we toe, want dat zullen we nodig hebben om de energietransitie tot een goed einde te volbrengen. Dank u. Meneer Bak. Of meneer Rodemond. Ik zag u. Nee. Ja. U vroeg het woord of niet? Ja, en nu dan eerst. Loopt het rondje. Okay. Voorzitter, dank u wel. Mevrouw Bakhuis, ook aan onze kant waardering voor de houding die u hier laat zien. Dat u inderdaad een onderdeel wil zijn van een oplossing in plaats van onderdeel van een probleem. En dat probleem dat u schetst, dat zie ik wel degelijk. Waar ik een beetje nieuwsgierig naar ben, ook al is het misschien wat kort dag, want u moet natuurlijk het een en ander nog doorontwikkelen, lijkt mij zo. Ziet u al op een of andere manier wat contouren van een realistisch plan in uw gebied of daaromheen,
Wat betreft de opwekking van duurzame energie, zoals u mogelijk weet, wind is natuurlijk wel vrij kansrijk als het gaat over grootschalige opwekking. U ziet wel alternatieven daarvoor? Ja, bedankt voor deze vraag, meneer Rodemond. Ik denk dat, dat er genoeg alternatieven zijn om energie op te wekken. Waar ik nog even terug wil, is dat ons gebied momenteel eigenlijk dus niet in kaart is. Maar dat we zeker willen meedenken. We hebben daar vorige week een heel prettig gesprek mee over gehad met de wethouder. En daar hebben we, om het maar even concreet te maken, hebben we dus gehad over de proeftuinen voor duurzame energie. En dat is vooral ook om gasloze wijken op te zetten, of in ieder geval daarvoor klaar te zijn in de toekomst. Dat is iets dat we heel concreet besproken hebben met de wethouder. Dat moet zelfs voor 1 april moet de aanvraag ingediend worden. Dus dat is zeker iets waar we mee bezig zijn. Daarnaast hebben we met 4 mensen eigenlijk initiatief genomen en zijn er nog veel meer plannen. Ik noemde net al even over eigenlijk een soort micronetwerk om energie op te wekken. Dat kan bijvoorbeeld met zonnepanelen. In ons dorp is bijvoorbeeld nog, om het maar even te brainstormen, zeg maar. We hebben een rij waterkelder die momenteel leeg staat. Dat is een hele grote betonnen bak. In principe kan je daar natuurlijk heel veel accu's plaatsen, zo je eigen energie opwekken en dat eigenlijk zelfvoorzienend worden. Nou, dat zijn grote plannen. Concreet zijn die nog niet. Het enige wat er nu concreet is, waar we met de wethouder over gehad hebben, dat is dus het programma voor de aardgasvrije wijken. Voorzitter, als ik even een aanvulling daarop mag vragen. Als ik u dan goed begrijp, gaat het niet zozeer de gedachte uit naar die grootschalige energieopwekking, die nu wel in de visie staat. Hè. Dat is behoorlijk wat terajoules die erop gewekt moeten worden eigenlijk in dit gebied. Het lijkt me meer, als ik uw antwoord goed interpreteer, een proeftuin ook voor de rest van de gemeente om te kijken van kunnen we hierdoor andere zaken, andere oplossingen voor de gehele gemeente ontwikkelen. Klopt dat? Ja, dat is een goede aanvullende vraag. Deze proeftuin is vooral bedoeld voor een wijk. En de Rijksoverheid die dit programma heeft opgezet, die ziet met de wijken eigenlijk 500 tot 600 huishoudens. Nou, dat is om precies te zijn echt de omvang van ons dorp Kloosterhaar. Dus daar zou het geschikt voor zijn. Hebben we het over die grootschalige winning, zeg maar, opwekking van energie. Dat is denk ik ook een opdracht die bij u ligt. Er is een gebied aangewezen nu voor die 420 terajoule. Daar vielen wij in principe niet onder. Ik denk dat het dan nu is om daar naar te kijken van hoe u dat verder wil verdelen. En zoals ik aangaf, wij staan open voor overleg. Ik denk dat er samen heel veel mogelijk is, ook zonder megaturbines. Daarover staan we absoluut voor open. Ja. Dank u wel, voorzitter. Vanuit de kant van de VVD ook complimenten voor welke slag jullie gemaakt hebben. We zijn er natuurlijk van de afgelopen weken bij betrokken geweest. Dus mooi om te zien dat er is gegaan van tegen naar goed. Laten we eens kijken wat er mogelijk is. Ik wil u wel adviseren, laat u niet ontmoedigen, want dat zal ook nog eens een keer tegen zitten. Het zijn geen eenvoudige trajecten. En hou die energie alsjeblieft vast om door te zetten, want het is mooi om te zien wat er gebeurt. En met positieve energie laten we zorgen dan dat we met elkaar verder komen. Dank. Dank u wel. Mevrouw Bakhuis, zeer bedankt. Ik toch even een woordje in de richting van de publieke tribune. Het is niet de bedoeling om tekenen van bijval of afkeuring te uiten. Dus na deze keer denk ik dat dat ook mooi is. We komen bij de besluitlijst. Besluitlijst van de vorige vergadering. Is die akkoord? Denk aan aanleiding van. Dan het bespreekstuk van vanavond, het meerjaarprogramma Duurzaam Hardenberg. Ik wil maar beginnen deze keer bij de heer Boshoven. U zit altijd zo achter dat beeldscherm en u valt wel eens een keer wat weg, maar deze keer toch zeker niet. Aan u het woord als beginner. Ja, voorzitter, dank u wel. Mooi dat ik mag beginnen. Ik zou haast zeggen, dan mag u mij wel vaker vergeten als ik dan de volgende keer als eerste mag. Maar voorzitter, mooi dat we hier nu staan. 10 maart, en dat is wel toevallig, want het is precies een jaar geleden dat mijn fractie in Amsterdam stond voor de klimaatmars. En als u denkt dat het de laatste dagen slecht weer was, toen was het slecht weer. En we waren daar overigens niet de enige Hardenbergers. En we waren daar omdat wij vonden dat we landelijk te weinig aanpak tegen klimaatverandering zien. En dan is het mooi om terug te komen hier in de gemeente Hardenberg,
waar we al jarenlang serieus bezig zijn met duurzaamheid. En waar we dat ook doen, ik zou haast willen zeggen met de hele gemeenteraad, dat we daarachter staan en dat we dat allemaal van een groot belang vinden. En dit meerjarenprogramma, er is 2 weken geleden al veel over gesproken, toen werd het dapper gedurfd genoemd, maar dat is het eigenlijk niet. Want wat dit is, is doen wat er van je verwacht wordt. Het alternatief is namelijk niks doen of minder doen. En eigenlijk is dat geen alternatief. En dan voorzitter, het jaarlijkse doelpercentage voor besparingen, 1,5%, is lager dan wat er op dit moment behaald wordt. En ook het percentage voor zon op dak mag van mijn fractie best ambitieuzer. En ik geloof dat enkele van mijn collega's daartoe vanavond ook tot afspraken komen. En dat is wel een symbool dat wij als raad eigenlijk nog zeggen, het mag allemaal nog wel een tikje ambitieuzer. En dan het energieloket. Ik kan niet over duurzaamheid spreken zonder ook nog weer over dit energieloket te spreken. Want het kan zichtbaarder. Nee, dat moet eigenlijk zichtbaarder. Een communicatieplan is een goed begin, maar als de resultaten niet beter worden, dan moet het echt radicaal anders. En dan moeten we gaan nadenken over een fysiek zichtbaar energieloket in het straatbeeld. Zodat het nog makkelijker wordt om informatie te halen. En dan het aardgas. Mijn complimenten, dat doe ik vanaf deze plek aan de omwonenden Baldehaar, die zich zo betrokken tonen bij dit duurzaamheidsplan. Ik denk dat het een schitterend plan is om dat als proeftuin te gebruiken. Want we hebben, als het gaat om het aardgas, alle redenen om zo snel mogelijk van dat aardgas af te gaan. En het college zet volgens mijn fractie te veel in op biogas. En begrijp me niet verkeerd, groen gas, biogas, gaat een belangrijk onderdeel zijn van de oplossing. Maar we vinden wel dat er nu bovenmatig veel focus op ligt. En dan moet je blijven innoveren. En innoveren doe je bijvoorbeeld met een proeftuin zoals hier vanavond bij de inspraak te sprake is gekomen. Of met waterstof, waar ook door het hele land experimenten mee zijn. En dan moet ook het gebruik van de restwarmte van de wervin tot een oplossing gaan komen. Voorzitter, de klimaatopgave gaat ervoor om te zorgen. De klimaatopgave gaat ervoor zorgen dat het landschap verandert. Zeker waar. Maar verantwoordelijkheid nemen is zeggen, hoe gaan we dat zo goed mogelijk doen? Hoe zorgen we ervoor dat de winsten naar de omwonenden gaan? En gelukkig gaan we daar in deze gemeente serieus mee aan de slag. Want dat is precies wat een jaar geleden die activisten bij de klimaatmars vroegen. Dat is precies wat de generaties van nu vragen. En dat is precies wat de generaties van de toekomst vragen. Voorzitter, tot dusver. Dank u wel. Ik kijk of er vragen in uw richting zijn. Dan mag u even blijven staan als dat zo is. Ja. De heer Bak. En heer Boshoven, u geeft aan dat u wat minder wilt focussen op biogas. U weet ook ongetwijfeld dat 2/3 van de opgave op dit moment het vervangen van gas is en minder het vervangen van elektriciteit is. Wilt u dan, wat wilt u anders gaan doen? Meer windmolens plaatsen, meer zonnepanelen? Doet u een suggestie hoe u dat ziet? Nou, voorzitter, dat gaat erom dat biogas produceren, dat zal voornamelijk met biomassacentrales moeten gaan. Dat is al lastig. En daarbij gaat het mij niet zozeer om alternatief, maar het gaat me om dat we die innovatie de volledige ruimte geven. En dan denk ik aan waterstof, dan denk ik aan het effectief gebruiken van het bestaande gasnetwerk. En dat kun je inderdaad doen met biogas, met groen gas, maar dat kun je ook doen met waterstof. Bijvoorbeeld, daar zijn de eerste experimenten nu mee. En ik denk dat daar meer aandacht voor zou moeten zijn. Ik ben het met u eens dat er meer aandacht voor waterstof zou moeten zijn. Ik ben het niet met u eens dat er niet minder aandacht zou moeten zijn voor groen gas. Ik ben het met u eens dat het niet biomassa gestookt moet zijn. Maar dat er wel andere mogelijkheden zijn, met name in de agrarische sector, om daar een aanzienlijke bijdrage te leveren. En laten we dat alsjeblieft niet buiten beschouwing laten, maar binnen dit plan laten. Ja, voorzitter, daar vinden we elkaar op zich ook wel. Maar het gaat me dus om het toevoegen van meer innovatie.
Verdere vragen? Ja. De Kuipers. Ja, voorzitter. Dank u wel. Ik moet zeggen trouwens, wij vinden het meerjarenprogramma behoorlijk vooruitstrevend en we staan er wat minder kritisch in. Maar nog even ik wil even aansluiten bij de vraag van meneer Bak ook. U gaf aan gas terug op biogas. Maar wilt u dan ook meer inzetten op gasloos bouwen? Ja, zeker, voorzitter. De heer Roelofs. Ik had eigenlijk geen vraag, maar aan de hand van uw antwoord komt er altijd weer een vraag op. U wilt eigenlijk van de gasaansluitingen afzuigen, gasloos bouwen, maar u noemde net ook de ontwikkelingen met betrekking tot waterstof. Ik zie daar wel een combinatie waar je die leidingen voor zou kunnen gebruiken. Dus maakt het u zelf niet onnodig moeilijk door te zeggen ik wil geen gasleiding meer, waardoor u uw eigen ambities in de weg zit? Nou, voorzitter, in zoverre, ik heb net ook gezegd, we moeten het bestaande gasnetwerk gebruiken. Alleen als we nu nieuwbouw gaan bouwen, lijkt me dat beter om daar geen gasaansluiting meer aan te leggen. Omdat je daar dan geen biogas naartoe hoeft te doen of geen waterstof naartoe moet doen. En dat je dat kunt gebruiken voor de bestaande woningen. Het lijkt me beter om de woningen die je nu gaat bouwen, dusdanig toekomstbestendig te bouwen, dat je daar helemaal geen aardgas, biogas of waterstof voor nodig hebt. U allemaal knikken. Ik ga ervan uit dat meneer Roelofs het woord overneemt als woordvoerder van het CDA. Voorzitter, dank u vriendelijk. In de oriënterende ronde over dit onderwerp bleek maar weer eens hoe belangrijk de keuzes zijn die we samen maken op het gebied van duurzaamheid. We zien dat heel veel mensen in onze gemeente zich al bezighouden met duurzaamheid. En sinds de oriënterende ronde nog een hele hoop mensen meer. Waar we heel blij mee zijn. En we vinden ook dat we daar gebruik van moeten maken. Van al die energie die daarin opkomt. Maar voorzitter, dat kan alleen als we mensen echt onderdeel maken van dit proces. Dat doen we al in Bergentheim. Waar heel veel mensen zich al inzetten in bijvoorbeeld de omgevingsadviesgroep. Of de bewonersadviesgroep. En vanaf deze plek wil ik graag mijn waardering uitspreken aan iedereen die daar een actieve rol in neemt. Het vraagt toch redelijk wat van je tijd en inzet en kennis. En ik vind het fijn dat iedereen zich daarvoor in wil zetten. En die energie die ik benoemde, die zagen we ook ontstaan in Kloosterhaar in en na de vorige oriënterende ronde. En die was er ongetwijfeld al, maar ergens is dat naar boven gekomen. Mede dankzij de insprekers van de vorige keer. En zonder die discussie over Duitse windmolens opnieuw te willen doen, want die hebben we uitgebreid gevoerd in de oriënterende ronde, wil ik wel met u constateren dat dat proces rondom Kloosterhaar beter had gekund. En zelfs beter had gemoeten. En juist daarom komen we vandaag met een amendement op het voorliggende stuk. En met uw goedvinden wil ik graag het dikte met u delen. Dan moet ik een deel van de tekst voordragen. De huidige tekst. Vergis u niet, dit is niet waar we naartoe gaan. De huidige tekst staat, concreet houdt dit in dat de gemeente dit zoekgebied aan de Duitse grens mee wil nemen binnen de verkenning Kloosterhaar, Sipkulo en Bergentheim, waarbij de opgave voor dit gebied indicatief 420 terajoule blijft. Die tekst wordt gewijzigd wat ons betreft en de nieuwe tekst wordt, dit zoekgebied aan de Duitse grens wordt in een separaat omgevingsproces opgenomen nadat de OAG, wat staat voor omgevingsadviesgroep, in Bergentheim haar scenario's aan de raad heeft aangeboden en de raad daarover heeft besloten. De opgave voor het totale gebied Kloosterhaar, Sipkulo en Bergentheim blijft indicatief 420 terajoule. Dank u wel, we noemen hem amendement nummer 1. Dit amendement wordt mede ingediend door de fracties van VVD, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, Opkoers.nu en 50+. Dit amendement behoeft uiteraard een toelichting. Wat we willen doen is, we willen ons focussen met de gebieden die we eerder hebben vastgesteld. Het doel van dit amendement is om mogelijke ontwikkelingen in de toekomst in dit specifieke gebied samen met omwonenden vorm te gaan geven en er niet op vooruit te lopen. En ik zeg met klem mogelijk, omdat we nu daarin nog geen resultaat kiezen. Dus we zeggen niet waar we uitkomen, we willen mensen alleen in positie brengen om mee te praten over wat in hun directe leefomgeving staat te gebeuren. En ik zou daar graag een reactie van de wethouder op willen hebben op dit punt. We zeggen hiermee overigens niet dat er onder de juiste randvoorwaarden geen ontwikkeling in het gebied plaats zouden moeten vinden.
Moet ik op u wachten, meneer Bak? Ik probeer de aandacht van de voorzitter te krijgen. Oh, maar u kreeg het van mij. Misschien dat de voorzitter... Ik kan toch even bezig met de nummering van het abonnement. Meneer Bak. Toch even, ondanks dat we zelf mee ingediend hebben, meneer Bloos, om even wat meer scherp te krijgen. Want ik ben nu even zoekende naar uw toelichting. Betekent nu dat u zegt dat er in het zoekgebied waar u de tekst opgenoemd heeft in het abonnement, dat daar geen windmolens meer geplaatst zullen worden? Is dat definitief van de baan, wat u betreft? Zeg, een boeiende vraag is mede onder indiener. Dat klopt, omdat ik even verward was door de toelichting van de heer Roelofs van hoe zit dat nu precies. Vandaar dat ik wel even het van belang vind dat daar nog een kleine toelichting op komt hoe de heer Roelofs het nu bedoelt. En dat doe ik met plezier, ik moest hier toch zijn vanavond. Waar het om gaat is dat we met elkaar moeten constateren dat wat er tot nu toe in dat gebied gebeurt niet is wat we met elkaar eerder hadden afgesproken. En dat de ontwikkelingen nu heel snel gaan. Daarbij hebben we ook samen geconstateerd dat de mensen die daar direct belang bij hebben niet in het proces zijn betrokken. Dus wat we nu zeggen, wij moeten met elkaar een stap terug doen. We moeten niet vooruitlopen op wat er zou kunnen gebeuren. We moeten zeggen, als er iets staat te gebeuren in dat gebied, en daar kan en wil ik niet op vooruitlopen, omdat het afhangt van heel veel facetten. Ik zal er één met u noemen, en dat zijn de Duitse windmolens. Ook daar ligt nog geen besluit. Maar je zou je heel goed voor kunnen stellen dat als er aan de Duitse kant van de grens iets gebeurt, dat dan het wellicht waarschijnlijker is dat je aan de Nederlandse kant ook een ontwikkeling plaats laat vinden. Alleen om nu met elkaar te gaan filosoferen van wat als in de toekomst, dat wil ik nog niet doen. Wat ik wil zeggen is, we hebben daar nog geen keuze in gemaakt en dat willen we ook nog niet doen, tenzij we van tevoren met elkaar een gedegen proces doorlopen en niet eerder. Dat is wat ik probeer te zeggen. Dan weet ik waar ik mede op heb ingediend. Voorzitter. Kijk even wat handig is, want u heeft uw betoog afgerond, denk ik, hè? Of niet? Nog lang niet. Dan is het handig om de vragen op te sparen totdat het betoog klaar is. Ik dank u vriendelijk. In de informatie van de omgevingsadviesgroep Bergentheim staat dat we met elkaar een indicatieve doel hebben van 420 terajoule. Ik zal u de berekening besparen. Maar we kunnen ons heel goed voorstellen dat afhankelijk van de scenario's die uit Bergentheim naar voren zullen komen en de mogelijke ontwikkelingen waar we nog voor staan, dat dit aantal wellicht lager of ook nog wel hoger uit zou kunnen komen. Dus ik ben heel benieuwd of de wethouder mij een toelichting kan geven op de term indicatief. Ik twijfel er geen moment aan dat iedereen het belangrijk vindt dat we dit soort processen samen doen. Dat doen we vanaf de eerste plannen tot en met de realisatie van al onze doelstellingen. En ik weet dat er nog een aantal sprekers na mij komen die dit verder zullen uitwerken. Enkele van de moties die nog zullen worden ingediend ondersteunen van harte, maar daar komen mijn collega's op terug. Voorzitter, er zijn veel ontwikkelingen die we actief volgen. Bijvoorbeeld de ontwikkeling met betrekking tot de gasleidingen binnen nieuwbouwprojecten. De wet voortgang energietransitie verbiedt aardgas in nieuwbouw. Meneer Boshoven had het er ook al even over. Maar zelfs de directeur netstrategie van Enexis gaf recent nog in de media aan. We gaan weliswaar van het gas af, maar we kunnen niet zonder gas. Dus dat moet aardgas wellicht een ander soort gas worden. Laten we die ontwikkelingen samen scherp blijven volgen en handelen indien nodig. En dan hoort er ook een opmerking over biomassa bij. Op zich is dat een goede ontwikkeling als het maar duurzaam gebeurt. En als het niet helder is wat ik daarmee bedoel, dan googelt u dat gerust. Dan door naar de kansen. Wij kennen als geen ander de ontwikkeling van de kleine windmolens. Omdat kleine windmolens minder piekbelasting kennen op het net en deze een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze ambities, hebben we hiervoor een motie opgesteld waarvan ik graag het dikte met u deel. Draagt het college op de maximum ashoogte van een kleine windmolen te stellen op 25 meter, indien het initiatief een combinatie van zonnepanelen en kleine windmolens betreft en de afwijking naar oordeel van het college voldoende wordt gemotiveerd. En de mogelijkheden om deze kleine windmolens buiten het bouwblok te kunnen plaatsen, te verruimen. Dat wordt dan motie nummer 1. Voorzitter, mag ik daar een vraag over stellen? De ashoogte van 15 meter die nu wordt gehanteerd, die houdt verband met de hoogte van bomen. En dat heeft te maken met het feit dat je op zo'n manier weinig last hebt van deze windmolens, omdat als je bij elke boerderij zo'n windmolen hebt staan, het wel een heel onrustig beeld zou gaan geven. Vindt u dat wenselijk?
Kan ik? Ja, misschien hoor, ja. Goed. Wat u daarin mee moet nemen, is dat een verschil van, zonder technisch te worden, maar een verschil in de 5 meter hoogte van de kleine windmolen, als je gaat van 15 naar 20 meter, dan betekent dat een meeropbrengst van 10% van de energie. En daar zet ik dan graag bij, dan is een investering in een kleine windmolen veel rendabeler voor degene die zich daarvoor inzet en draagt het dus ook meer bij aan onze doelstellingen. En ik denk dat die windmolens niet zo dicht bij elkaar staan dat ze met elkaar een heel verschillend beeld van het landschap zullen geven. Maar als u het mogelijk maakt voor elke agrarisch ondernemer, ja, dan komen er wel heel veel te staan. En ook door de hele gemeente. Nou, dat juich ik dan van harte toe, meneer Jonkhans. En u ongetwijfeld met mij, want daar gingen we met elkaar voor. En wat we willen is de druk afhalen van de grootschalige ontwikkelingen. En ik denk dat een verruiming van de mogelijkheden voor kleine windmolens daar zeker een bijdrage aan kan leveren. Dus die overtuiging die heb ik. Verhoogt uw betoog. Handig is om de vraag wat te bundelen na afloop van uw betoog, toch? Ik ga ook verder met mijn vragen. Ja. En een vraag over een vraag is wellicht niet waarschijnlijk. Even naar aanleiding van de inspreker. Over de aanvraag voor de proeftuin, de Rijksprogramma aardgasvrije wijken. Daarvan ben ik benieuwd welke rol speelt de gemeente hierin. En verwacht de wethouder hier nog een actie van ons als raad. Want we weten dat daar een aantal deadlines op zitten. Ik ben even benieuwd over welke rol wij daar mogelijk in spelen. We waarderen de uitspraken van de wethouder over het feit dat we in het kader van de regionale energiestrategie geen opgave voor anderen gaan invullen. En dat hebben we inmiddels geïnterpreteerd als toezegging en dat zou ik graag nogmaals bevestigd zien. En uiteraard zien we uit naar reactie op het voorliggende amendement en de motie. Voorzitter, ik rond af. We zijn als Hardenberg vooral goed bezig op het gebied van duurzame energie. En we durven met elkaar te zeggen als we iets beter hadden kunnen doen en dat doen we vervolgens ook. We zijn onder andere zeer actief in de groepen rondom de regionale energiestrategie. En we staan als gemeente bekend om het feit dat we ambitieus zijn, maar dat we volgens ook waarmaken wat we zeggen. En die kracht brengt ons samen verder. Ik dank. Ik kijk of de vragen zijn in de richting van de heer Roelofs. En dan misschien toegespitst op de motie en het amendement. In ieder geval de heer Rodemond, die had zich gemeld. En nu het woord. Voorzitter, dank u wel. Meneer Roelofs, ik had inderdaad een vraag over het amendement wat u met een aantal partijen indient. Ik heb mijn naam er nog niet onder gezet, omdat ik ook een beetje zoekende was naar de bedoeling van dit hele verhaal. Mij is al iets meer helder geworden door uw betoog. Echt toch nog een vraag. U stelt dat het zoekgebied aan de Duitse grens, eigenlijk het gebied waar ook de inspreker het over had, losgelaten moet worden, volgens mij, als het gaat over de opwekking van die 420 terajoule. Maar mijn vraag is eigenlijk, intensiveert dat dan niet de druk op de rest van het gebied waar we het eigenlijk vanavond over hebben? En wat doet dat dan weer met het mogelijke draagvlak in die gebieden? Kunt u daar even een schets van geven voor mij? Voorzitter, met uw goedvinden. De opgave van 420 terajoule is al eerder in de opgave van de omgevingsadviesgroep Bergentheim opgenomen. Dat is het uitgangspunt van de scenario's waar zij mee komen. Dus daar hebben we tot op heden niet aan getornd. De reden dat ik mijn vraag stelde aan de wethouder is, wat betekent dan indicatief? Want we kunnen ons heel goed voorstellen als de scenario's uit Bergentheim naar voren komen, dat daaruit blijkt dat we veel hoger of veel lager uitkomen. En wat zou dat dan betekenen voor de overige gebieden? En als laatste zou ik er graag bij opmerken dat ik uw handtekening heel graag onder het amendement zou zien. Voorzitter, deze laatste oproep neem ik even nog in overweging, maar dank in ieder geval voor de beantwoording. Kijk rond. Ja, de heer Kuipers. Dank u wel, voorzitter. Meneer Roelofs, wij vinden de motie kleine windmolens sympathiek, alleen weten wij nog niet wat het effect is van het instellen van die hoogte. En daarom zouden we eigenlijk wel een voorstel willen van het college. Is dat iets wat u zou willen meenemen in de motie? Volgens mij was dat al onderdeel van mijn vraagstelling, dat ik graag een reactie zou willen op die motie. Dus ik stel voor dat we die even afwachten en dan met elkaar bepalen hoe we ervoor staan. Prima. Kijk, of er andere vragen zijn? Nee. Dan denk ik dat de heer Kuipers het overneemt van de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. U heeft het vast wel eens ervaren of anderen horen zeggen. Na een tijdje in de Randstad voelt het weer als thuiskomen als je hier onder de grens overrijdt. Lekker groen, gewoon landelijk.
rustig, wat minder gedoe. Gewoon echt lekker thuis. En het is iedereen wel duidelijk dat we aan de slag moeten met onze thuisomgeving. De droge zomers, een winter zonder echte vorst, extreme regenbuien. Kortom, ons klimaat verandert. Met het meerjarenprogramma dat nu voor ons ligt, kunnen wij laten zien dat Hardenbergers durven te doen. En voorzitter, niet alleen de wethouder mag aan het werk, niet alleen de gemeenteraad. Iedereen woner in onze gemeente mag een bijdrage leveren, samen de schouders eronder. De ChristenUnie wil dan ook graag instemmen met het meerjarenprogramma, maar heeft nog wel een paar op- en aanmerkingen. We hebben veel werk verzet voor verschillende moties en amendementen. En deze gaan in op communicatie, gebiedsprocessen, de situatie in Klooster A, energiebesparing. En in het meerjarenprogramma lezen wij ook dat financiële risico's zijn. En wij dagen de wethouder dan ook uit om bij de komende kaderstelling in kaart te brengen welke financiële middelen er nodig zijn om dit programma tot een succes te maken. Voorzitter, ik wil niet het gras voor de voeten van mijn raadscollega's wegmaaien. Maar alle moties en amendementen die wij mede indienen, komen samengevallen op het volgende neer. Wij willen heel graag initiatieven uit de samenleving horen en honoreren. Zodat ook de euro's in de omgeving blijven. Wij willen inwoners en ondernemers uit onze gemeente bij elkaar brengen. Om energie te kunnen opwekken, om een manier bij ons als die past bij ons als Hardenbergers. En daarin speelt communicatie een ontzettend belangrijke rol. Zowel bij het opstarten als tijdens een project, als in de afronding en de nazorg. En om elkaar daarin scherp te houden, dient de ChristenUnie samen met de VVD, het CDA en 50PLUS een motie over communicatie. Waarvan het dictum als volgt luidt. Een communicatieplan met betrekking tot het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2024. Ten behoeve van inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te ontwikkelen waarin nadrukkelijk aandacht is voor issue management en deze voor het zomerreces aan te bieden bij de Raad. En voorzitter, wij verwachten dat tijdige en duidelijke communicatie gecombineerd met het anticiperen op ontwikkelingen, technische, milieutechnisch, maatschappelijk, dat die belangrijk bijdragen leveren aan het draagvlak en het enthousiasme van dit onderwerp. Wordt motie 2? Maar voorzitter, alles wat wij besparen hoeven we niet op te wekken. En daarom wil ik het plan voor energiebesparing verhogen met 0,5%. Maar niet zomaar 0,5%. Namelijk eentje die gelijk staat aan 3 windmolens en 37 hectare grond aan zonnepanelen. Wij willen de energiebesparing van 1,5% verhogen naar 2%. Wat dus in potentie die 3 windmolens en 37 hectare bespaart. Dit betekent dat alle inwoners, ondernemers, instellingen enzovoort van Hardenberg nog een stapje extra moeten doen waar het gaat om bezuinigingen op energieverbruik. Als het college hier de juiste ondersteuningen bij biedt en dit bekend maakt, dan moet het lukken. En daarom dient de ChristenUnie een amendement in samen met CDA, PVD, GroenLinks, D66, PVDA en 50PLUS, waarvan het dictum luidt om de ambitie 1,5% per jaar te besparen, te definiëren als ambitie om 4 jaar lang minimaal 2 jaar te besparen. 2%, excuses. Dat wordt amendement nummer 2. Okay. En voorzitter, wat ons betreft mag de wethouder hier natuurlijk ver overheen gaan. Want besparen is beter dan opwekken en zo willen wij onze thuisomgeving zoveel mogelijk behouden. Helaas ontkomen we niet aan windmolens en zonneparken, maar wij willen er alles aan doen om dit waar mogelijk te beperken. Want wij zijn terecht dankbaar en zuinig op het prachtige scheppingswerk van onze God in onze gemeente en willen dus fors inzetten op besparen. Voorzitter, we hebben alle mooie initiatieven in onze gemeente mogen zien. En als het gaat om besparen, het opwekken van energie, als het gaat om het goed gebruiken van de warmte uit de industrie. En hetzelfde geldt ook voor het goed omgaan met regenwater. Laten we dus als Hardenbergers en goede rentmeesters gezamenlijk deze koers voortzetten, zodat we gezamenlijk kunnen bouwen aan een klimaatbestendig en energie-neutraal gemeente waar wij ons thuis kunnen blijven voelen. Dank u wel. Dank u zeer. Kijken of er nog vragen zijn. De heer Rodemond, in ieder geval. Voorzitter, dank u wel.
Ik heb een vraag, meneer Kuipers, over de motie rondom het communicatieplan, die mij enigszins bevreemde ook toen die bij mij in de mailbox binnenkwam. Want het lijkt te impliceren, maar ik neem aan dat u dat niet bedoelt, dat er onvoldoende gecommuniceerd wordt door deze gemeente. Naar mijn weten en naar mijn beleving ook communiceren wij over ons beleid vrij helder en ook heel vaak en via allerlei middelen. Wat voegt dit communicatieplan wat u betreft nu toe aan de inspanning überhaupt die deze gemeente zich getroost? Nou, wij ervaren het anders. Wij ervaren ook dat het soms niet tijdig is of niet helemaal volledig. En dat roept toch soms weerstand op. En dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. En wij denken dat communicatie daar een belangrijk onderdeel van kan zijn. Andere vragen over amendementen en moties die ingediend zijn? Ook bij mevrouw Huur. 50 plus. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, allereerst wil ik beginnen met bedanken voor de beantwoording van de technische vragen aan het ambtelijk apparaat. Afgelopen weekend op de valreep stelde ik nog een aantal technische vragen waarvan ik me van bewust was van, nou ja, dit is wel helemaal op het nippertje, maar ik heb vlot de beantwoording gekregen en ja, daar was ik ontzettend blij mee. Voor ons ligt het raadsbesluit, het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024. Een meerjarenprogramma die 3 kernopgaven heeft uitgewerkt in 5 deelprogramma's. De kernopgaven energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. En deze zijn verwerkt in 5 programmalijnen. Aanpak energietransitie, duurzaam opwekken van stroom, duurzame warmtevoorziening, klimaatadaptatie en circulariteit. In mijn betoog zal ik de 3 kernopgaven iets toelichten. Alhoewel dit onderwerp duurzaamheid veelomvattend is, zal ik mijn best doen om het klein te houden. In het coalitieakkoord wordt geformuleerd: de coalitie maakt werk van de duurzaamheidsopgaven. En dit klopt, want de ambities van onze gemeente zijn terug te zien in het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg, die voor ons ligt. De afgelopen jaren is er al veel gerealiseerd op duurzaamheid. Onder andere de Veenwieken in Dedemsvaart, zon op daken bij particulieren, de 5 pilotprojecten waaronder Lutten Levert en Wavit met als restwarmte, zonnepanelen op gemeentelijke daken, waterklimaatadaptatie en Bobbrug en verdieping in een nieuwe thema circulaire economie. Een term die de laatste jaar geregeld in de oriënterende ronde door verschillende partijen werd aangeroerd. In de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit, zowel betreft opwekking en als besparing, gaat het om draagvlak, samenwerken, compensatie enzovoort. Termen waar onze fractie veel waarde aan hecht. De energietransitie is voor menig raadslid onder ons een begrip geworden. Vanaf het begin van deze raadsperiode zijn wij als portefeuillehouders nauw betrokken. Maar hoe breng je deze kennis over aan onze inwoners van gemeente Hardenberg? Want de energietransitie is voor menig inwoner een ver van zijn bedshow. Waar heeft de gemeente het over? Hoe gaat de gemeente het doen? Wat wil de gemeente van ons? Waar kunnen we in mee participeren? Wat gaat het kosten? Enzovoort. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is communicatie van groot belang. Inwoners en andere partijen bij de start van een proces mee te nemen. Uitleggen wat de intentie is en welk doel het heeft. Duurzaam opwekken van stroom kan in de optiek van onze fractie beter en sneller. De laatste jaar, of misschien zelfs anderhalf jaar, komt geregeld zon op dak ter discussie. Er zijn hier verschillende moties over ingediend, waaronder de zonneladder en het schooldakrevolutie.
In het meerjarenplan worden verschillende stappen beschreven om zon op daken te versnellen. Onder andere informatievoorziening en bewustwording, aanpak particuliere woningen en aanpak gemeentelijke onderwijsinstellingen. Op dit moment voorziet zon op daken 2,3% aan de gemeentelijke energiebehoeften en de inschatting is dat zon op daken tot 2030 maximaal door kan ontwikkelen naar een aandeel van 5,6%. Als fractie vinden we het belangrijk dat de gemeente zich nog actiever gaat inzetten op energieopwekking wat betreft zon op daken. Actiever en forser. In 2016 stond Hardenberg in de top 3 nominatie in het kader van de Solar City Award. En het benutten van dakpotioneel geresulteerd heeft in provincie Overijssel op plaats 2 en landelijk zelfs op plek 28. Onze fractie wil deze ambitie nog meer versterken en versnellen en dienen daarom een amendement in. Mede ingediend door VVD, CDA, CU en GroenLinks. Het dictum luidt. Het meerjarenprogramma op het volgende punt aan te passen. Dus ik spreek nu uit de huidige tekst. Inschatting is dat zon op dak zich tot 2030 maximaal door kan ontwikkelen naar een aandeel van 5,6%. De gewijzigde tekst wordt: zon op dak in de gemeente Hardenberg moet zich tot 2030 doorontwikkelen naar een aandeel van tenminste 7,5%. Voorzitter, mag ik daar een vraag over stellen? Ja, nadat we geconstateerd hebben dat dit amendement nummer 3 is. U geeft aan dat u daar 7% van wil maken. In de NPRS, het Nationaal Programma voor de Regionale Energiestrategie, is opgenomen dat maximaal haalbaar, gemiddeld in Nederland, 30%. U schiet nu in op 7%. Er zijn al gemeentes in onze provincie die al 11% aanraken, nu al. En die de lat nog hoger leggen. Hoe komt u bij 7%? En waarom niet 10 of 15 of misschien wel 30? Dankjewel. Een terechte vraag. Waarom die 7%? Wat u zelf al aangeeft, hè, landelijk zijn de gemeenten die al 10 tot 20%, en ik hoor u al zeggen 30%. We hadden namelijk, en in onze visie staat nu 5,6. Ik had zoiets van, nou, om het college toch een bepaalde ruimte te geven, die 7%. Maar hoe mooi is het als we boven die 7% uitkomen? Maar misschien kan de wethouder ons dat straks toelichten. Oh. Goed. U krijgt al een reactie vanuit de wethouder. Goed. Ze heeft aandachtig meegeluisterd, dat is helder. Volgt u betoog? Nog een klein stukje. Ja? Ja, voorzitter. Er worden vanavond meerdere moties en amendementen ingediend. Onze fractie is mede-indiener van deze moties en amendementen. Ik denk dat de gemeenteraad een duidelijk signaal afgeeft aan onze college. Het gebiedsproces, communicatieplan, gebiedfonds, ambitieuze doelstellingen en daarnaast het amendement van Baalder Haal. Als je dit naast elkaar legt, het maakt niet uit links, rechts, boven, onder, wordt al snel duidelijk welk belang in dit duurzaamheidsprogramma voorop staat. De inwoner, bedrijven en organisaties. Dank je wel, voorzitter. Dank je wel. Kijk of er vragen zijn in uw richting. Even rond. Dat is niet zo. Dan komen we bij de fractie van de PvdA, de Jonkans. Dank u wel, voorzitter. Het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg. Zoals in onze bijdrage van de oriënterende ronde van 2 weken geleden aangegeven, geldt wat ons betreft gelijke monniken, gelijke kappen in Kloosterhaar en omgeving. Maar ook daarbuiten. Tijdens de oriënterende ronde gingen zeer veel vragen, en ook nu weer, over de kwaliteit van de communicatie van de gemeente. De heer Rodemond gaf het al aan dat dit leidt tot een roep naar meer en betere communicatie, maar we zijn het met hem eens dat in feite de communicatie nog niet eens zo slecht is. Natuurlijk moet die wel op orde zijn. En we denken dan ook dat de wethouder dat
in Bergentheim-Zuid goed op orde heeft. Want iedereen die wil en kan, kan meepraten. En die moet ook mee kunnen praten bij concrete initiatieven. Het initiatief in Baalderhaar is nog niet concreet, maar omdat het college hier wel over hebt in het voorliggende stuk, vraagt dat nu wel om participatie van betrokkenen, zoals vanavond ook is aangegeven. We ondersteunen daarom ook de motie van het CDA die hierover is ingediend om dat op te starten. Zoals gezegd, voor initiatieven aan de grens gelden voor de buren in het aangrenzende land dezelfde regels en randvoorwaarden als in het land waar het project plaatsvindt. Zo gaan we goed met elkaar om. Maar wij vinden dat er ook moet gelden voor andere duurzame energieprojecten in onze gemeente, binnen de gemeentegrens. Bovendien moeten die randvoorwaarden niet achteraf in het proces opeens oppoppen, waardoor de indruk kan ontstaan dat het even snel is overlegd met initiatiefnemers. Nee, die moeten vooraf al op hoofdlijnen bekend zijn. Vooraf bekend, zowel bij initiatiefnemers als bij omwonenden. En daarom roepen wij het college via een motie op, samen met CDA op koers.nu, GroenLinks, D66 en 50+, om deze voorwaarden te laten landen in een algemene opzet voor een gebiedsfonds. Daarin wordt op hoofdlijnen geregeld wat je als omwonenden en gemeenschap mag verwachten van de initiatiefnemers van een duurzaam energieproject. Het centrale deel van het gebiedsfonds is naar onze smaak hoeveel van de opbrengst van een duurzaam energieproject naar de omwonenden gaat, maar ook hoeveel er in het gemeenschap en in het landschap wordt geïnvesteerd. Maar ook wie er zeggenschap heeft over dat fonds, zodat er een eerlijke verdeling komt van de lusten en de lasten. Het dictum van deze motie luidt dan ook: randvoorwaarden voor een gebiedsfonds opwekt duurzame energie op te stellen en deze voor de zomer aan de raad te rapporteren. Dank u wel, dat wordt motie nummer 3. Voorzitter, dat er in duurzame energieprojecten veel geld omgaat en valt te verdienen, leert ons de casus Twenterand. De gemeente Twenterand die elk jaar enkele tonnen kan bijschrijven op de rekening, omdat de gemeente zelf de ontwikkelaar en eigenaar is van het zonneveld aan de N36 in Vriezenveen. Hierdoor komen de financiële opbrengsten via de gemeente ten goede aan de samenleving voor de volle 100%. Voorzitter, graag willen wij van het college weten hoe de gemeente aankijkt tegen deze vorm van 100% participatie van de samenleving. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk even rond of er nog vragen zijn. De heer Roelofs in ieder geval. Ja, nu het woord. Oh, dat ging snel. Dank u wel, voorzitter. Ja. Een vraag aan meneer Jonkhans over de communicatie. De communicatie is nog niet zo slecht, geeft u aan. Nou, dat heeft volgens mij ook niemand gezegd. Maar bent u er aan de andere kant niet mee eens dat die communicatie nog wel beter zou kunnen? En dat deze motie daarin misschien wel een goede aanzet zou kunnen zijn, zonder daarmee de huidige communicatie direct te disqualificeren? Nee, maar ik heb ook geen zin gezegd dat dit niet goed zou zijn. Sterker nog, we ondertekenen mede. Alleen het punt is, die starten we nu op, want nu is het aan de orde. Het wordt nu genoemd in het voorstel. Het is nog niet realiteit. Maar en daar had het voorstel in moeten voorzien dat er ook daar de communicatie voor op ging starten. Dat zat er niet in en daarom stemmen we ook mee met het amendement om dat nu wel op te starten. Meer vragen zijn? Voorzitter. De heer Bak. De heer Jonkhans, even op uw suggestie en verwijzing naar Twenterand. Opteert u voor een soort van gemeentelijk energiebedrijf of hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, dat zou kunnen, maar je kunt diverse varianten daarvoor kiezen. Maar waarom niet? Ik bedoel, als dat de participatie... Ik heb liever dat het geld wordt geïnvesteerd door de gemeente. Ik bedoel, de gemeente kan met de huidige rentestand tegen een zeer voordelig tarief lenen. Daarmee kun je een project vlot trekken. En ik heb liever dat de revenuen van een project hier landen dan bijvoorbeeld, om maar een dwarsstraat te noemen, Japan of de Verenigde Staten. Dat laatste ben ik met u eens. Dat eerste niet zozeer.
Ik zou toch veel liever zien dat de inwoners van Hardenberg zelf wat meer regie daarop zouden krijgen en hun gemeenschap zouden kunnen ondersteunen, dan dat het bij een gemeente terechtkomt, want dan gaat de gemeente uiteindelijk ook weer bepalen waar de gelden naartoe gaan. En zou het ook wel eens een motief kunnen zijn vanuit de gemeente om toch wat meer druk te leveren om op bepaalde projecten resultaat te krijgen. En volgens mij is dat nou juist precies wat we niet willen. We willen juist graag samen met de omgeving plannen maken. En op die wijze misschien in een wat meer eigentijdse setting komen tot een goede verdeling van de middelen en de winsten die gemaakt worden. Dank u wel voor deze vraag. Nou, het ene sluit het ander niet uit. Maar we zien wel dat in de rest is het streven opgenomen dat er 50% participatie in projecten moet worden gerealiseerd. Nou, we weten allemaal hoe moeilijk dat is gebleken bij Lutten Levert. Dus ik denk dat daar wel aandacht voor naar uit moet gaan. En als het dan onze doelstellingen stagneren omdat we dat niet voldoende lostrekken, dan denk ik dat we daar als gemeente dat zeker zouden moeten overwegen. Maar nogmaals, ik heb de vraag gesteld aan het college. Ik wil ook graag weten hoe het college daarover denkt. Goed, maar in ieder geval dank u voor de beantwoording. We delen even niet de mening, maar op zich waar we wel het over eens zijn is dat er wat moet gebeuren. Andere vragen? Nee, dan kom ik denk ik bij de heer Bakker. Dit is inmiddels het vierde meerjarenprogramma waarin de feitelijke doelstelling niet is gewijzigd ten opzichte van de voorgaande edities. Wat wel veranderd is hoe we de doelstelling willen gaan behalen. Duidelijk is dat we het alleen met som op daken niet gaan behalen en dus is er middels de zonneladder gekeken naar som op land en is er op 4 december 2018 voor een achttal projecten een principegoedkeuring en medewerking verleend, waarvan Lutten Levert inmiddels is gerealiseerd. Dit is nog niet genoeg om de doelstelling te behalen. Voorzitter, het is voor een ieder bekend dat op Koerspunt nu geen voorstander is van windmolens. Echter, alleen met som op duiken, zoals ik net al zei, gaan we het niet redden. Zo is er na veel jaren overleggen met voor- en tegenstanders het windpark Veenwieken gerealiseerd, wat circa 95 terajoule aan energie opwekt. Op Koerspunt nu heeft daar steeds tegen gestemd, wegens het ontbreken van draagvlak. Liefst 256 bezwaarschriften waren daarop binnengekomen. Tevens zijn uit een verkenning naar mogelijkheden 6 gebieden naar voren gekomen die kansrijk zijn voor windmolens, waarvan er 2 als pilotproject zijn aangewezen. In het gebied Bergentijn-Sipkelo-Kloosteraar is een omgevingsadviesgroep actief om de mogelijkheden en de onmogelijkheden te onderzoeken. Alleen als daar voldoende draagvlak voor gevonden kan worden, gaan wij als Op Koers er niet voor liggen. Nu wordt er door de Duitse NVB onderzoeken gedaan naar het mogelijk maken van windmolens aan de Duitse kant van de grens. Daarvoor moeten ze wel het verdrag van Meppen openbreken. Als dit project doorgang zal vinden, zouden er wellicht mogelijkheden zijn om ook aan de Nederlandse kant enkele molens te plaatsen. Echter, wanneer er geen draagvlak onder de bewoners is, zal Op Koerspunt nu geen windmolens wensen daar. Dat er met nadruk gekeken wordt naar de mogelijkheden van duurzaam groen gas, juichen we van harte toe. En is naar onze mening de beste mogelijkheid om ook de te bouwen woningen kunnen blijven voorzien van een gasaansluiting, wat natuurlijk de kosten van bouwen van woningen waar zo'n grote behoefte aan is, behoorlijk drukt. Tot zover. Dank u wel. Kijk of er vragen zijn. Ja, we beginnen met de heer Rodemond en de heer Bak. Voorzitter, dank u wel. Meneer Bakker, ik hoor u een aantal concrete zaken noemen als het gaat over de windenergie. Het is ook inderdaad bekend dat Op Koers in principe tegen deze vorm van energieopwekking is en dat u liever kijkt naar alternatieven. U zegt volgens mij in uw betoog dat als er onvoldoende draagvlak is voor een aantal plannen, dat u daar niet mee akkoord gaat. Nu staan ze dus wel expliciet genoemd ook in deze visie. Betekent dat dan ook dat u niet voor deze visie bent of moet ik dat los van elkaar zien? Wij zijn natuurlijk wel voor deze visie en ik heb niet gezegd van zodra, ik heb bedoeld van zo gauw er geen draagvlak is onder de bewoners, wensen wij geen windmolens.
Er moet wel draagvlak voor zijn vanuit de bewoners. Ja, dan nogmaals, voorzitter, als ik mag, toch die vraag. Er staat in de visie benoemd dat windenergie op dit moment in ieder geval de meest kansrijke vorm is om grootschalig energie op te wekken. We hebben heel veel energie nodig. We zien ook inderdaad dat er heel veel moeite is om draagvlak überhaupt te realiseren. We krijgen niet iedereen op één lijn, nooit, denk ik. Daarmee houdt u wel een pijler bijna onder de visie vandaan, of heeft u alternatieven dan te benoemen? Nou, voor het plan Klooster Aar aan de Duitse grens zullen er middels enkele bewoners al diverse alternatieven zijn. Maar met name waar in het meerjarenplan over gesproken wordt, is het gebied Bergentheim, Klooster Aar, Sipkelo. En daar zijn verder vergevorderde plannen. En die was ook aangemerkt als pilotproject. Voorzitter, mag ik een vraag stellen? De heer Bak was eerst, dan de heer Roelofs, dan lopen ze rond. Heer Bak. Dank u wel, voorzitter. Ik wil toch even doorgaan op de discussie die mijn collega begonnen is. En ik heb even uw verkiezingsprogramma erbij gepakt. En ik heb het hier voor me liggen. En er staat aandachtspunten voor Bergentheim. En er staat heel duidelijk als eerste punt genoemd: op koerspunt nu is tegen grote windmolens in de omgeving van Bergentheim. En ik hoor u volgens mij nu wat anders zeggen. Maar ik weet niet helemaal waar u staat. Want u geeft iets aan van, ja, als er geen draagvlak is, dan zijn we tegen. Dat roept bij mij allerlei vragen op. Want uw verkiezingsprogramma is klip en klaar. Volgens mij heeft u een belofte gedaan. En ik hoor u nu wat anders zeggen. Kunt u me eens helpen? Nou, we zijn inderdaad tegen windmolens in Klooster Aar aan de Duitse grens. Ik heb ook aangegeven dat we de transitie niet halen met alleen wind of met alleen zon. En, dus er zullen ook alternatieven moeten komen. Er is in de omgevingsadviesgroep zijn duidelijke afspraken gemaakt om daar toch te onderzoeken in Bergentheim, Kloosterra, Sipkelo, om daar eventueel windmolens te kunnen plaatsen. Ja, maar dan blijven we toch haken op het verkiezingsprogramma. En daar wil ik dan toch nog maar heel expliciet in zijn. U geeft heel duidelijk aan dat u tegen windmolens in de omgeving van Bergentheim bent. En nu zegt u met wat meer woorden, nou goed, hè, als er dan maar draagvlak is, dan gaan we wel mee. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En wat is dan draagvlak? Daar wil ik dan ook wel antwoord op hebben. Als heel Hardenberg gestemd had op koerspunt nu, waren er geen windmolens in Bergentheim gekomen. Dus nu, omwille van de coalitie, zegt u, we gaan we mee. Hebben een coalitie. De heer Roelofs, dan kwam bij de Jonkans. De heer Roelofs. Ik moet hier even van bij komen, voorzitter. Ook omdat in een debat over duurzaamheid de VVD met een geprint verkiezingsprogramma van op koers aankomt zetten. Dat verbaast me al. Meneer Bakker, ik wil even met u terug naar Bergentheim. Want u maakt wel wat los met uw opmerkingen, ook bij ons. Op dit moment loopt er in Bergentheim een proces waar u ongetwijfeld van op de hoogte bent. Daar wordt ook al regelmatig naar verwezen. En in dat project staat een indicatieve opgave voor dat gebied van 420 terajoule, waarin een deel van die opgave ingevuld moet worden met wind. En nu is mijn vraag, tegen de zomer verwacht ik scenario's uit Bergentheim. Geeft u nu met uw inbreng al aan dat waar zij ook mee komen, u daar sowieso tegen zult zijn? Want dat hoor ik eigenlijk uit uw woorden. Graag een toelichting. Dan hebt u niet goed geluisterd, denk ik. We zijn tegen de windmolens in Klooster Aar aan de Duitse grens. Bergentheim, Klooster Aar, Sipkelo, dat is al in een verder gevorderd stadium. En zoals ik al aangaf, we redden het niet alleen met zon. Dus er zullen daar. Het is aangewezen als zeer kansrijk gebied. En ja, daar moeten we wat toegeven. Graag een vervolgvraag dan, voorzitter. Want deze had ik aanzien komen. Maar dan haak ik in op het tweede deel van uw betoog, waarin u zegt, als er geen draagvlak is, zijn we sowieso tegen. Nou, ik kan u nu al vooruitlopend op de scenario's die wij tegemoet gaan zien, zeggen dat nu al niet heel Bergentheim staat te springen om het feit dat er mogelijk windmolens komen. Terug naar mijn eerste vraag. Zegt u dan bij deze dat u die scenario's bij voorbaat al kansloos acht? Want dat hoor ik u toch echt zeggen en ik luister buitengewoon zorgvuldig naar u. Nou, dat zal niet geheel kansloos zijn. Daar zullen we wat toch waarde bij de wijn moeten doen, ja.
Voorzitter, mag ik daar even op aanhaken? Meneer Van der Weer. Ja, ik wil eerst eventjes richting de heer Jongmans. Ja, even op de uitspraak van de heer Bakker van net. Ja, u kunt zo terugkomen. Eerst de heer Jongmans, die zal er ook wat van vinden, denk ik. Even de volgende. Dank u wel, voorzitter. Ik snap u ongeduld. Het gaat mij ook even over de draagvlak. Want ik heb u toch echt horen zeggen van ja, maar als er onvoldoende draagvlak is, ja, dan gaat het wat ons betreft niet door. En dan herhaal ik nogmaals de vraag van meneer Roelof. Als dat er niet is, wat is dan voldoende draagvlak in uw ogen? Dat zou ik dan wel eens graag willen weten. En wanneer is het onvoldoende? Want dat komt nogal precies, lijkt me dan. Nou, als je kijkt, en dan doel ik weer op het gebied Duitse grenzen in Kloosterhaar, hoeveel publiek er nu zit, dan geeft dat wel aan dat daar geen draagvlak is. En dan zijn wij tegen windmolens aan de Duitse grens. Ja, nee, maar ik heb het over het gebied ten zuiden van Bergentuin. Daar zullen we later nog eens flink naar moeten kijken. Wordt vervolgd. Ik had eerst de heer Van den Berg en dan de heer Boshoven. Heer Van den Berg. Tenzij u vragen gesteld is natuurlijk, dat dan ook. Nee, dat is hij nog niet. Nee, ik wou even een opmerking maken. Want een aantal weken terug met het betaald parkeren kwam op koers. Het woordvoerder van op koers met het beter een half ei dan een lege dop. Mag ik de conclusie trekken dat het met de windmolens niet dezelfde kant op gaat? Wellicht. De heer Boshoven. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik sluit even aan op de visie van op koers staan, een coalitiepartner. Want u zei net, als heel Hardenberg alleen op koers had gestemd, dan waren er geen windmolens gekomen bij Bergentuin. Nou, laat ik dan even meegaan in die toverwereld die u daar schetst. Als iedereen op koers had gestemd, had u dan gewoon de duurzaamheidsambitie uit het raam gegooid? Of had u dan met een andere oplossing gekomen zonder windmolens? Dan was waarschijnlijk de ambitie wat minder groot geweest, ja. Nou, dat is dan toch fijn om te horen, maar ik kan niet anders dan vaststellen dat het toch wat ongemakkelijk zal zijn voor de opkoerswethouder die over duurzaamheid gaat, voorzitter. Die zal er ongetwijfeld een antwoord op hebben. Dat gaan we zo horen. Ik kijk even rond of er nog verder vragen zijn in de richting van de heer Bakker. Dat is, ja, de heer Rodemond. Voorzitter, alvast excuses voor mogelijke herhaling in de vraagstelling in deze raad. Als het gaat over het woord draagvlak, want dat blijft mij een beetje puzzelen. Ik vind de antwoorden wat vaag. Het klopt dat hier heel veel mensen zitten. En daarmee zegt u, nou, zoveel mensen op de publieke tribune die allemaal het gevoel geven in ieder geval tegen de windenergie in hun gebied te zijn. Dat snap ik. U kunt verder niet duiden blijkbaar of er een percentage of een aantal is te duiden als het gaat over andere plannen, bijvoorbeeld rondom Bergentuin. Maar u zegt wel bijvoorbeeld, wij zouden zelf als partij een lagere doelstelling hebben ten aanzien van de opwekking van duurzame energie. Dat vind ik dan wel weer verwonderlijk, want als je kijkt naar draagvlak, ook in de visie zoals die nu voor ligt, is er juist enorm veel draagvlak voor het opwekken van duurzame energie. Het mes snijdt wel, wat dat betreft, lijkt mij aan twee kanten. Kunt u toch eventjes ingaan op het woord draagvlak? Wat bedoelt u nu precies met dat woord? Nou, draagvlak, dat is voor een ieder duidelijk wat draagvlak inhoudt. En op koers per nu, die zal op het moment dat er geen draagvlak is en op koers per nu alleen het recht had, dan wat minder ambities hebben. Maar dan wel inzetten op alternatieve energie, zoals op het duurzame groene gas. De heer Rodemond, u had al het woord en wellicht het goed moment om uw eigen betoog ook over te nemen vanaf het spreekgestoelte. Vanuit gaan alle vragen mee beantwoord zijn. Ik zag u allemaal op die manier knikken. Dus, Wel, voorzitter, dank u wel. Ik wilde graag beginnen met een groot compliment over het stuk wat voor ons ligt, dit meerjarenplan duurzaamheid. Het compliment gaat uit naar zowel het bestuurlijk als ambtelijke deel, maar ook richting de
inwoners en andere instellingen die hieraan hebben meegewerkt. Het geeft wat ons betreft duidelijke doelen weer. 2050 volledig duurzaam opgewekte energie en 95% minder uitstoot van CO2. Dat lijkt me helder wat we willen. Het is een enorme ambitie. Misschien niet ver genoeg, niet snel genoeg misschien. Niettemin, we hebben een punt gezet, daar willen we naartoe werken. En het laat wat zien in het stuk over vernieuwing en innovatie. Daarbij ben ik enorm blij ook dat dit stuk is gekoppeld aan de Sustainable Development Goals die verwoord zijn door de Verenigde Naties. Blij dat we ook op die manier kunnen kijken naar andere beleidsvelden. Je ziet het vandaag ook weer. Vaak gaat een discussie over duurzaamheid, over draagvlak. Daar hebben we net al eventjes uitvoerig over kunnen praten. En eigenlijk ook wel gaat het dan ook over het gebrek aan draagvlak wat dat betreft. Maar wat ik ook in het stuk lees, wat voor ons ligt en waar we een besluit over moeten nemen, is dat we kansen zien. Kansen voor Hardenberg als gemeente, kansen ook voor de inwoners van onze gemeente. En die kansen die vertalen zich niet alleen maar financieel, maar die laten ook zien dat wij op het gebied van economische ontwikkeling, innovatie, bedrijvigheid, etc. een hele stap zouden kunnen gaan zetten. En waar GroenLinks zojuist zei, wat ons betreft mag de ambitie op punten wel omhoog. Daar sluit ik me graag bij aan. De versnelling mag wat dat betreft wel. Mede omdat wij eigenlijk aankijken tegen achterstallig onderhoud. We hebben jarenlang ook wat betreft energie op de pof geleefd. En daar moeten we nu toch een draai aan geven. Ik heb dan ook niet echt vragen of opmerkingen richting het college. Hooguit dat ik een aantal accenten wil aanstippen die ik in het stuk zag. Bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking. Deze gemeente, en dat schrijven wij ook, gaat inzetten op samenwerking. Samenwerking met inwoners, bedrijven, instellingen, onderwijs, etc. Maar ook andere overheden. En wat dat betreft zou ik graag zien dat we wat meer in gaan zetten op het stimuleren en het ondersteunen van relatief kleine energiecoöperaties. Niet alleen op het gebied van draagvlak, maar ook op het gebied van techniek. Omdat heel veel inwoners plannen of ideeën lijken te hebben die niet uitgevoerd kunnen worden. Bijvoorbeeld omdat het netwerk niet daartoe geschikt is, om maar wat te noemen. Of de techniek niet. We zouden als gemeente daar wel een actieve rol in kunnen en wat mij betreft ook moeten spelen. Een ander accent wat ik wil leggen is op economie en onderwijs. Ik stipte het net al aan. We zouden met dit stuk ook een combinatie kunnen maken met andere beleidsvelden. We zijn ook aan het werk bijvoorbeeld met een meerjarenvisie op het gebied van economie, waarin ook onderwijs wordt genoemd. Het zou mooi zijn om dit soort visies en plannen en ideeën aan elkaar te koppelen om integraal een beleid te voeren. Dat zou je kunnen doen vanuit de gemeente zelf, maar ook weer in gesprek met de bedrijven die we hebben, de scholen, niet alleen in Hardenberg, maar ook daaromheen. En bijvoorbeeld ook lectoraten in de omgeving. Zojuist werd er ook al een proeftuin genoemd, om maar wat te noemen. Die proeftuin kan wat ons betreft niet alleen door de gemeente en door de inwoners worden ingevuld, maar ook hier kan een mooie rol gespeeld worden door het onderwijs. Waarbij ik gelijk het bruggetje maak naar het derde en laatste accent wat ik wilde aanstippen, en dat is innovatie. We zouden zo mooi kunnen stimuleren, onder andere door cofinanciering, dat er innovatie plaatsvindt op het gebied van energiebesparing, energieopwekking, circulaire economie, etc. Proberen hier bedrijven naartoe te halen die dat ook weer kunnen faciliteren. Nieuwe toepassingen in Hardenberg zouden we veel meer kunnen benutten. En misschien kost dat allemaal nu wat meer geld, omdat het innovatie is. Maar daarmee laten we ook het een en ander zien, ook richting onze inwoners. En daarmee vind ik het eigenlijk wel mooi dat PvdA zojuist het voorbeeld van Twenterand aanhaalde. 100% eigenaar van zo'n zonnepark, wat inderdaad weer geld opbrengt. Je zou dat geld rechtstreeks in een innovatiefonds kunnen zetten, om daarmee het een en ander te kunnen financieren. Waarmee ik ook aanhaak op opmerkingen van ChristenUnie, die vroeg naar de financiële risico's.
Ik sluit aan bij wat vragen die eerder gesteld zijn. Bijvoorbeeld het woord indicatief dat door de CDA is genoemd als het gaat over het aantal terajoules wat opgewekt dient te worden in het gebied Kloosterhaar-Bergentheim. We zijn eigenlijk wel benieuwd naar de reactie als het gaat van het college als het gaat over het percentage zon op dak. Er wordt nu een suggestie gedaan voor 7% opwekking. Uit het stuk lijkt mij duidelijk dat het maximaal haalbare ook onderbouwd is. Dus misschien heb ik dat verkeerd gelezen en dan zou ik graag meegaan in die voorstellen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Krijgt nog vragen in die richting? Nee, dan komen we bij de heer Bak als laatste in dit rijtje. Nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Er is veel gesproken vanavond, beste mensen. Het gaat ook ergens over. Het gaat vanavond ergens over. Want waar we over praten, het meerjarenprogramma Duurzaamheid 2024, gaat impact hebben op de leefomgeving van de inwoners in Hardenberg. En daar past ook wel een stukje realisme bij. Ik weet niet of u toevallig de Volkskrant heeft gelezen. Ik kwam op mijn telefoon een artikeltje tegen, 14 dagen geleden ongeveer. En dat artikeltje schudde me wel even wakker. Want als we met zon en wind Nederland willen voorzien van energie, dan redden we dat niet. Dan moeten we heel Nederland dichtzetten en dan redden we het nog niet. Dus dat vraagt wel om realisme en dat laten we dat ook bij ons in gedachten houden als we het over het onderwerp vanavond hebben. En we zijn als VVD blij met het voorstel wat hier ligt. Maar ook tijdens de oriënterende ronde hebben we gezegd van het mag wat ons betreft een stukje ambitieuzer. En ik heb de term lef gebruikt. En ik heb ook gezegd, misschien mogen we wel eens luchtkastelen bouwen om de echte ambitie en de echte innovatie aan te jagen. En daarmee bedoel ik niet blijven hangen in het oude, want windmolens en zon is ook een beetje het oude. Want het gaat om meer. Het gaat om meer dan alleen energie. Het gaat om klimaatadaptatie. Het gaat om circulaire economie. Want waarom doen we het uiteindelijk? Dat is om de besparing van CO2. Want dat is het uiteindelijke doel. En dat is breder dan alleen energie. Dus laten we ook vooral daarop inzetten. Maar dan terug naar het programma dat voor ligt. Wat wij als VVD heel erg jammer vinden, is dat de discussie de vorige keer heel erg gegaan heeft over het mogelijk plaatsen van windmolens aan de Duitse grens. En dat is ook waarom wij heel erg hameren op hoe doe je dit soort processen nu? De innovatie aanjagen. Zorgen dat je meer kunt doen dan alleen zon en alleen wind. Zorgen dat je aan besparing gaat werken. Maar echt op zoek naar die andere concepten, dat missen we wat in dit stuk. En als je dat wilt doen, dan kun je dat het beste doen door de omgeving te betrekken. Door het beste uit de inwoners te halen. Door het beste uit de mensen te halen. En ik denk dat daar vorige week of 14 dagen geleden de O-ronde wel een voorbeeld van geweest is. Want de inspreker gaf vanavond terecht aan van we willen geen onderdeel van het probleem zijn, maar onderdeel van de oplossing. En wat daar gebeurd is, dat is alleen al mooi. Dat is mooi om te zien. En eigenlijk zou je een instrument moeten zien te vinden, zodat we dat meer kunnen doen. Want het gaat niet alleen over Kloosterhaar. Het gaat ook over Slagharen, het gaat over de Krim, het gaat over Bouwbrug, het gaat over Gamsbergen. Het gaat over alle kernen in de gemeente Hardenberg. We kunnen de opgave niet afwentelen op slechts een aantal kernen. We zullen met elkaar aan de slag moeten om dit voor elkaar te krijgen. En hoe doe je dat dan? Dat is verdomd lastig. En daar hebben we ook niet zomaar het antwoord op. Maar ik vind wel dat we met elkaar de opdracht tot ons kunnen nemen om onderzoek te doen de komende maanden hoe we dat kunnen gaan doen. En dat is waarvoor wij ook een motie hebben opgesteld samen met de ChristenUnie en met het CDA. En daarvan wil ik u zometeen graag het dictum voorlezen. En die motie gaat over het opzetten van gebiedsprocessen. Met als doel om de inwoners van de gemeente Hardenberg te betrekken. De mensen die hier in de zaal zitten, om die te betrekken bij processen voor duurzame energie. Zodat we met elkaar die doelstelling kunnen halen. En ik zeg het eigenlijk verkeerd, want het is niet alleen duurzame energie, maar het gaat ook over circulaire economie en energietransitie. Want er valt veel te winnen met elkaar. En wat voor ons als VVD ook een doorn in het oog is, is dat de grote projecten die gerealiseerd worden, op dit moment van marktpartij naar marktpartij verhandeld worden.
En dat de gelden elders terechtkomen en niet in de gemeenschap waar ze thuis zouden horen. Dus laten we met elkaar de handschoen oppakken om te onderzoeken hoe we goede instrumenten kunnen vinden om gelden te laten landen in de gemeenschappen. Want dan werken we én aan duurzame energie en aan de ontwikkeling van de gemeenschap. Dat is voor ons van cruciaal belang. Dan de motie. Voorzitter, mag ik een vraag stellen? Dat mag. En een nobel streven, dat delen wij met u, dat de gemeenschap dat zou moeten delen. Maar hoe ziet u dat voor u? Want u gaf net in uw vragen op mijn bijdrage nogal een kritische noot om participatie van de gemeente, terwijl dat uiteindelijk ook ten goede komt aan de samenleving. Maar hoe ziet u dat? Ja. Ik heb ook gezegd dat ik met u deel dat wij vinden dat de gelden naar de gemeenschap toe zouden moeten. Ik deel niet met u dat de gemeente zelf de energieopwekking zou moeten gaan realiseren. Ik zie veel meer voor me dat een gemeente een faciliterende rol heeft, zodat de inwoners in projecten, in gebiedsprocessen, samen met elkaar het gesprek kunnen voeren. Op basis van doelen die meegegeven zijn vanuit de gemeente, want die zult wel doelen moeten meegeven. Maar ook vooral in gesprek met elkaar tot oplossingen komen die wij misschien nu nog niet zien, maar in die gezamenlijkheid uiteindelijk de ontwikkeling van dat soort projecten mogelijk kunnen maken. Ja, dan gaat u in over de ontwikkeling van die projecten. En daar ben ik helemaal met u eens. Dat moet je op die manier doen. Nee, maar het gaat over de revenuen. Het geld, u zegt net van er gaat heel veel geld in om. En daar moeten we zorgen dat het hier gaat landen. Nou, dan wil ik graag van u weten. Hoe gaat dat dan hier landen in de optiek van de VVD? Nou, ik kom even tussendoor. Want u heeft een gedeelte van die visie verwoord in de motie die u net aankondigde. Dus wellicht is goed om dictum voor te lezen. Want daar een gedeelte van het antwoord in ligt. Prima, dan ga ik het dictum voorlezen en misschien dat ik straks in de tweede termijn nog even kan reageren dan op uw vraag. Het dictum draagt het college op om binnen 3 maanden een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen met een heldere visie hoe de gemeente Hardenberg gebiedsprocessen voor de ontwikkeling van duurzaamheidsprojecten gaat faciliteren. Punt 2. Binnen het betreffende raadsvoorstel uitdrukkelijk aan te geven hoe wordt voorkomen dat de winsten van grootschalige energieprojecten wegvloeien naar marktpartijen in plaats van ten goede te komen aan de betrokken gemeenschappen. Dit om de leefbaarheid van die gemeenschappen structureel te ondersteunen. Derde punt. Het gebied Kloosterhaar te zien als eerste proeftuin waar een dergelijk gebiedsproces succesvol uitgerold kan worden. En gaat over tot de orde van de dag. Dat is motie nummer 4. Ja, voorzitter, ja, ik heb nog geen antwoord op mijn vraag gehoord in het dictum. Meneer Bak. Goed, voorzitter. Om dan toch nog wat uitgebreider op de vraag van de heer Jonkans in te gaan. U heeft uiteraard onze motie gelezen. Daar hebben we in de overwegingen en een aantal zaken meegegeven. Maar wat wij van belang vinden is dat de gemeenschap aan zet is om zelf te kijken hoe kunnen we dat nu doen. En als we, voordat u me in de reden valt, en als we dat heel strikt gaan voorschrijven, dan komen we er niet. En wat ik heel graag zou zien is dat de gemeente met de ondersteuning komt. Dat de gemeente helpt ondersteunen hoe dat te doen. En dat kan de ene keer een coöperatie zijn, dat kan de andere keer een fonds zijn. Maar uiteindelijk, dat het van groot belang is, dat de winsten die best aanzienlijk zijn binnen dit soort projecten, ten goede komen aan die gemeenschap, waarmee we die gemeenschap kunnen ontwikkelen. En dan sla je echt 2 vliegen in 1 klap en krijg je het vliegwiel en ontstaat er uiteindelijk iets heel moois. Dat is waar we op doelen. Dus u ondersteunt ook de gebiedsfondsen? Heel fijn. Ja, voorzitter. Heer Jonkans. De gebiedsvraag heeft verscholen. Nee, ik ondersteun heel bewust uw motie niet, omdat die te specifiek is en de rest uitsluit. En ik wil voorkomen dat we dingen gaan uitsluiten, dat we op dit moment de breedte van de overweging houden, waarbij we ook de partijen die betrokken zijn, de inwoners die betrokken zijn, de ruimte geven om zelf met goede creatieve ideeën te komen. En we willen graag een gemeente die dat faciliteert. De heer Gelling. Ja, voorzitter, op het gevaar af dat u het raar gaat vinden dat de fractievoorzitter van de VVD een vraag gaat stellen aan meneer Bak, die ook in mijn zitting heeft in mijn eigen fractie. Ik ken het gewoon uit die fractie niet, wat dat betreft voel u vrij. Nee, maar ik wilde eigenlijk reageren op meneer Jonkans, maar meneer Bak daar maar een vraag voor stellen. Want is het niet zo, meneer Bak, dat het grote verschil er juist in zit dat uw motie behelst dat het geld ten goede komt aan de gemeenschap? In dit geval bijvoorbeeld Bergentheim of Kloosterhaar. En is het niet zo
dat wij VVD's natuurlijk vinden, en anders dan meneer Jonkans van de Partij van de Arbeid, dat het geld niet ten goede zou moeten komen aan de gemeente. Zodat de gemeente dan breed gaat kiezen voor allerlei gelden die uitgekeerd moeten worden. En dat niet, dat wil ik niet zeggen, meneer Jonkans, dat wij als VVD's bij voorbaat uw ideeën idioot vinden. Maar wij zouden wel heel graag willen dat gelden die, dat mensen die last hebben van bijvoorbeeld windmolens waar we het over hebben, dat die een bijdrage krijgen van de opbrengsten en niet zozeer de mensen die in een ander gebied zitten. Nou, daar zijn we het helemaal mee eens. Maar de gemeente en gemeenschap betekent hetzelfde. Dat weet u ook. Nou, daar willen wij nog wel eens een keer met u over in gesprek gaan. Maar wij willen in ieder geval heel... Want de behoeftes van de gemeente verschillen wij heel behoorlijk over. Dus laten we dat niet doen. Maar heel duidelijk toch, meneer Bak, aan u de vraag. Bedoelt u echt de gemeenschap of bedoelt u de gemeente? Ik heb heel duidelijk de gemeenschappen gezegd, zo staat u ook in de motie. Dat heb ik gehoord, meneer Bak, maar meneer Jonkans niet zo groot. Ja, de meneer Jonkans, die hoort dan inderdaad gemeente. Maar om nog even wat expliciet te zijn waar het echt om gaat, en dat vinden wij heel relevant. Als je in zo'n gebiedsproces zit, wat plaatsvindt in een gemeenschap, dan zou je ook graag zelf de afweging willen maken. Jongens, moest luisteren. En wat staat ons te wachten? Welke lasten hebben we? En hoe kunnen we uiteindelijk daar ook andere zaken mee bereiken. En die afweging, die integraliteit van die afweging, kan volgens mij alleen gemaakt worden in die desbetreffende gemeenschap. En dan kun je ook respect met die inwoners omgaan. Als er dan uiteindelijk aan de ene kant bijvoorbeeld iemand zou moeten wijken voor een windmolen, en dan krijgt hij weer het recht en de keuze om zelf te bepalen hoe ga ik daarmee om. En dat recht doen aan die inwoners, dat vinden we van groot belang. Vandaar de keuze voor gemeenschap. Ja, de heer Kloekhorst. Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, ik heb 2 weken lang geduld gehad. Het bleef maar door mijn hoofd gaan. Ik denk, vanavond ga ik het horen. Mijn vraag is aan de heer Bak. Wie moet uw luchtkastelen nu eindelijk bouwen? Ja, ik zeg dat, voorzitter, omdat ik heel lang altijd op mijn wensenlijstje had, of het nou een verjaardag was, of een trouwdatum. Ik wil een luchtkasteel. Maar het werd altijd SOS. Dank u voor de vraag, heer Kloekhorst. Ik zie u nadenken. Nee. Ik glimlach en ik vind het een mooie vraag. En ik heb heel bewust luchtkastelen genoemd. En ik denk dat als ik nu kijk bijvoorbeeld wat er in Kloosterhaan gebeurt, dat daar een stad gemaakt wordt met het luchtkasteel. Want als je niet ergens begint, hoe klein dan ook, zul je nooit groots eindigen. En dat is vooral mijn oproep geweest met het bouwen van een luchtkasteel. Soms moet je dromen en ergens je gedachten naartoe laten gaan. En op die reis kom je heel veel dingen tegen, heel veel zaken tegen. En pak je kansen daarbij. Maar blijf niet vastzitten op alleen het oude. Want dan zul je alleen maar krijgen wat je kreeg. Maar probeer die ruimte voor jezelf te krijgen. En ik vind heel erg mooi wat er vorige week of 14 jaar geleden gebeurd is na onze raadsvergadering. En dat dan de inwoners van Kloosterhaar zelf zeggen: duurzaamheid, dat is een belangrijk onderwerp. Daar willen we mee aan de slag. Ja, dat juich ik van harte toe. En dat is al een luchtkasteel wat mij betreft. Sling doet mij een beetje denken aan het bekende citaat van Elschot. Tussen droom en daad zijn wetten in de weg en praktische bezwaren. Daar moeten we voor oppassen. De heer Roelofs. Sorry, voorzitter. Laat ik dan even over mijn schaduw inspringen. Ik hoop dat mijn wens voor de heer Bak vervuld wordt. De heer Roelofs. Dank u, voorzitter. Meneer Bak, ik wil toch een voorzet geven. We hebben het al zo vaak met u gehad over luchtkastelen, visies. Gekscherend wordt u altijd in één adem genoemd met een mogelijke kerncentrale. Zou u eens serieus antwoord op die vraag willen geven? Want misschien is dit wel het moment om daar eens serieus iets over te zeggen. Begrijp ik nu goed, heer Roelofs, dat u een kerncentrale in Hardenberg wilt? Nee, u heeft mijn motie terecht niet lang zien komen. Het was echt een open vraag. Misschien een korte reactie, want we raken een beetje de randen van de noten zoals hier ligt. Om daar dan een korte reactie op te geven, heer Roelofs. Wat ik in het begin ook al gezegd heb. Als we heel Nederland met duurzame energie willen voorleggen, met zon en wind, dan gaan we het niet redden. En dat doet zo ontzettend veel met onze leefomgeving, dat ik daarvan zeg, kom tot een stukje realisme. En ga kijken waar in Nederland, waar in Europa kernenergie mogelijk is. Want ik denk dat we er niet aan ontkomen, maar het kan niet in de gemeente Hardenberg. Daar moeten we ook heel helder in zijn. Want daar hebben we niet voldoende water om te koelen, dus dat wordt helemaal niks. Maar we moeten het wel serieus overwegen.
net zoals waterstof, daar zou veel meer energie op gezet moeten worden. Dank u. Ik heb er andere vragen zijn richting de heer Bak. Anders krijgt het college de ruimte voor het antwoord. Dan gaan we over naar de tweede termijn. En ook even met een blik op de klok. We hebben vrij uitvoerig de tijd genomen voor de eerste termijn. En dat is heel goed, denk ik. Maar ik wil u de overweging geven om de tweede termijn, voor zover die... hij komt natuurlijk aan de orde. Even toespitsen op het al dan niet in stand houden van de moties en de amendementen. Waarna we over kunnen gaan tot besluitvorming. Want ik denk dat de gedachtenwisseling is eigenlijk wel vrij uitvoerig geweest. College, wie van u als eerste? Ja, dank u wel, voorzitter. En ook dank u wel, raad, voor uw bijzondere bijdrage. En ook voor de ambitie die u uitstraalt. En die ambitie die wordt nog eens weergelegd in een aantal moties en amendementen. Waar ik op het eind van mijn betoog nog graag even op in wil gaan. En ik denk ook vanaf mijn plaats ook dank voor de inspreekster. Inderdaad, we hebben een goed gesprek gehad. Dat was ook mijn gevoel. En zo zie je maar wat er in 14 dagen kan ontstaan. Initiatieven van onderop. En ook daar zal ik straks nog even op ingaan. Maar daar zijn we natuurlijk fantastisch blij mee. Voorzitter, ik loop even een aantal zaken langs die zijn genoemd in de bijdrage. En daarna, omwille van de tijd, ga ik dan ook direct over naar die amendementen. Bij GroenLinks kwam ik nog even de opmerking tegen van het college zet misschien wel een beetje te veel in op biogas. Voorzitter, wij spreken over groen gas. En wij onder groen gas, daar verstaan wij niet alleen biogas, maar ook waterstof, waar u juist ook zelf de nadruk op legt. Dus, en zelfs combinaties van beide zouden ook kunnen. En ook alle innovaties die daarom trend aan zitten te komen of nog ontwikkeld moeten worden, wij ondersteunen ze allemaal. En we zijn blij dat we in ieder geval in Rendo een partner hebben die ook vooral op waterstof de nodige kennis heeft en ook meedoet met andere projecten bij andere gemeenten ten aanzien van waterstof. Of aardgasvrije wijken, maar waterstofwijken. Dus in die zin, dat volgen we op de voet. En inderdaad, het gaat niet alleen over biogas, maar de beide zijn, vinden wij bijzonder belangrijk. Voorzitter, dan richting het CDA. Daar was de opmerking van het indicatieve getal 420 terajoule. En u zegt van ja, eventueel lager of eventueel hoger. Dat indicatief, dat komt omdat het een indicatie is van een afgeleide van de opdracht van destijds. Er is ruimte voor 20 windmolens. En dat was een 20 windmolens met een bepaalde hoogte. Nou, en inmiddels weten we dat er ook allerlei andere mogelijkheden en hoogtes zijn. Dus hebben we met elkaar niet meer een aantal windmolens, maar hebben we dus een indicatief, een indicatie gegeven van 420 terajoules, vertaald naar de opdracht die er destijds lag. Kan het ook lager of hoger worden? Kijk, als wij met elkaar een gebiedsproces aangaan in Bergentheim, Kloosterhaar en Sipkelo, en je komt daar en je zegt van, gij zult dit of dat, dan hebben we geen gebiedsproces. Dus wij hebben ook gezegd van, dit is de indicatie, de opdracht van de raad is, er ligt een kans, er mogelijkheden voor deze opgave. Maar als je daar zelf mee aan de slag komt, moet je de ruimte geven aan het gebied om daar op een nette manier mee om te gaan. Dus, en natuurlijk wordt mij dan direct gevraagd van, nou is de helft ook goed? Nou, dan nee, maar in het gebied zelf. Dus daarom houden wij die indicatie van 420 terajoule in de lucht. Voorzitter, ik heb hier staan bijpraten Kloosterhaar Oost. En ik weet niet helemaal meer precies wat u bedoelde, maar volgens mij van hoe gaan we in de toekomst daar nu mee verder? Hoe in het proces en hoe wordt Kloosterhaar Oost betrokken bij hetgeen waar we nu met de plannen die er zijn of de plannen die er eventueel aan zouden komen?
Ik heb afgesproken dat wij over 3 weken nog eens een keer weer met elkaar in gesprek gaan. We hadden een uur tijd en iedereen stond onder druk van allerlei agenda's, maar het moest even ingepland worden. Tenminste, we vonden het belangrijk om een eerste contact met elkaar te hebben. Toen het enthousiasme over de proeftuin kwam, toen hebben we ook vooral daarover doorgesproken, omdat daar op die agenda heel veel druk zit richting 1 april. En ik heb gezegd van het is goed dat wij over 3 weken nog eens even weer bij elkaar zitten over het andere verhaal. En wat mij betreft herhalen we dat ook gewoon ja, om de 2 of om de 3 weken als er actualiteit is. Maar we blijven met elkaar daarover in gesprek, want het is belangrijk dat we dat doen. En ik geef nogmaals aan, ik heb het ook onlangs nog voor Omroep Noos gezegd, wij hebben even onvoldoende rekening gegeven van het feit dat klooster, plaatselijk belang Kloosterhaar niet vertegenwoordigd is in de omgevingsadviesgroep. Daar hebben we een steek laten vallen. En die wil ik heel graag repareren door in ieder geval nu rechtstreeks contact met de mensen uit het gebied te maken, op te nemen. Voorzitter, de proeftuinen. Wat wordt er van de raad verwacht? We hebben het nog niet helemaal scherp. Ik zie gemeenten die een aanvraag van een proeftuin in een raadsvergadering behandelen. Ik weet ook dat er gemeenten zijn die het niet doen. Dat gaan we nog even onderzoeken. Dat is best allemaal heel erg spannend. Zeker al ten aanzien de tijd om al het hele verhaal op orde te krijgen. Om zover te komen dat we daar een goed plan voor hebben. Of dat in ieder geval Kloosterhaar Oost daar een goed plan voor heeft. Daar gaan wij voor. En ik hoop ook een klein beetje op de flexibiliteit van de raad. Als dat we daar nou ja, op een later moment wat stukken moeten aanleveren. Maar dat gaan we zien. Ik doe daar wel een beroep op u. En mocht dat nou allemaal niet lukken, dan zou ik toch heel graag, en volgens mij wil Kloosterhaar Oost dat ook, dat we dan toch kijken van hoe kunnen we nou ja, dit verhaal, het mooie verhaal, wel aan de vork steken. En, dus we gaan nu eerst inzetten wat mij betreft op die proeftuinen. Maar lukt dat niet, dan is het verhaal wat mij betreft niet weg. Maar dan pakken we het op, want juist, en dat heeft u vanavond ook meerdere keren gezegd als raad, juist de initiatieven uit de samenleving, daar waar een flow zit, daar moeten we dingen gaan doen. En dat doe ik. Daar wil ik echt mijn best voor doen om dat op die manier op te pakken. Dus we laten hem wat mij betreft ook na 1 april, mocht het niet goed komen, niet ontglippen. Voorzitter, dan richting ChristenUnie. Weinig vragen aan het college, maar wel een hele mooie uitdaging. Die ik als portefeuillehouder binnen het college natuurlijk heel graag aanneem. Want u daagt mij uit om bij de katernota de financiën in beeld te brengen, inzichtelijk te maken ten aanzien van dit meerjarenprogramma. Nou stond er dit ook al in, maar ik voel eigenlijk een uitnodiging van nou, u vraagt en wij draaien. Zo zal het niet zijn, want we hebben natuurlijk veel opdrachten in deze gemeente. Maar ik neem hem in ieder geval goed en ik neem hem ter harte. Voorzitter, dan 50PLUS heeft ook wat gezegd over de moties, daar kom ik straks op. Dan de Partij van de Arbeid. Twenterand, die ontwikkelde zelf wat. Ja, volgens mij ook een klein beetje geboren vanuit een nood en deugd maken, omdat ze zelf een bedrijventrein hadden. We zijn altijd, de lijn was in ieder geval altijd dat wij met elkaar, zo stond ook in het vorige meerjarenplan, dat wij zelf niet risicodragend aan de slag willen. Wij hebben wel, daar heb ik ook de vorige keer gezegd, in ons restgebied West-Overijssel doen we wel een onderzoek om te kijken van kunnen we met een gezamenlijk energiebedrijf opstarten. Dus in die zin, nou ja, dan wordt het risico dragen natuurlijk weer iets minder. Dus daar zijn we wel mee bezig en nou ja, hopelijk dat voor u in eerst voldoende is. Alleen in de gemeente zelf iets doen, wij leggen het toch liever bij de samenleving zelf, niet om hun de risico's te laten dragen, maar omdat het daarmee ook direct draagvlak heeft. Voorzitter, D66 gaf nog even aan de accenten een actievere rol. Even kijken hoor, wat heb ik daar nou staan? Want ik moest allemaal zo snel meeschrijven. Stimuleren van energiecoöperaties en een actievere rol bepleiten. Nou, ik weet niet meer wat hier staat. In een netwerk. Oh ja, actiever. Ja, in het verruimen van het netwerk. U heeft iets gezegd van ja, welke rol heeft de gemeente nu? De netwerken in Access, dat zit natuurlijk vol. Hè? Dus, en daar lopen we nu ook tegenaan
met mensen met initiatieven die niet meer op het netwerk kunnen leveren. Een ruimere rol van de gemeente daarin. Wij proberen daar absoluut met Innexis en alle netbeheerders die, waar we maar mee te maken hebben, om daar wel mee in conclave te komen. Maar ik zie wel dat eigenlijk bijna elke gemeente, en in ieder geval in Overijssel en ook in Drenthe, daar mee te maken hebben. Dus we zitten wel allemaal aan diezelfde, bij dezelfde loket. Ja, snap ik. Voorzitter, als ik even mag reageren nog. Ik snap dat u wat te veel moest meeschrijven hier en daar. Of ik praat wat te snel, dat kan ook. Het ging mij er ook om dat ik soms in buurten hoor, we zouden graag bijvoorbeeld, even als voorbeeld, wel gezamenlijk op aparte daken zonnepanelen willen leggen om als buurt dan het een en ander op te wekken. Nou, dat kan nu niet. Daartoe is de techniek niet geëigend of in staat, et cetera. Dan zou het mooi zijn om dat op een of andere manier toch wat vaart mee te geven vanuit bijvoorbeeld de overheden. Dat kan natuurlijk ook gezamenlijk natuurlijk vanuit de rest overleggen of iets dergelijks. Maar dat was eigenlijk meer ook mijn pleidooi. Als er een wens is vanuit een samenleving en die kan niet omdat er techniek in de weg staat, nou ja, dan komen we weer bij Elshoff uit misschien, maar dan zou ik zeggen van misschien is daar ook nog een rol voor de gemeente in weg te leggen. Oh, excuus. Dan, dan moeten we dus andere technieken gebruiken. Dan gaat het over grootschalige opslag, batterijen, waterstofopslag, nou noem maar op. Daarover zijn we in gesprek met dat soort initiatieven, met name ook met de Rendo. Nogmaals, het netwerk dat is heel erg lastig, zeker als het gaat over grootverbruikersaansluitingen. Voorzitter, dan de VVD. Ja, ik begon ook al even te schrijven, want de VVD die begon van realisme. Ik denk, oh, het luchtkasteel is in ieder geval geland. Maar toen kwam die later toch nog weer terug. Dus, ik ga daar verder niet meer. Er staan er geen vragen voor het college bij, volgens mij. Dan ga ik nu naar de moties en amendementen, voorzitter. Ik heb ze niet helemaal in de volgorde van indienen, maar ik zal ze benoemen en dan denk ik dat iedereen wel weet waar het over gaat. De motie, het amendement 1,5% wijzigen in 2% per jaar. Amendement 2 is dat? Amendement 2. Even kijken. Ja. Voor 4 jaar. Voor 4 jaar, klopt. Tussen 2012 en 2017, voorzitter, hebben we dus die 2,1 gerealiseerd. Dat staat ook in de klimaatmonitor. En op zich is het dan heel erg logisch om te zeggen van nou, als die 2,1 kan, dan kan het ook met een ambitie voor de komende 2 jaar. Echter, er was destijds ook de invloed van de economische ontwikkelingen. Toen was de economische ontwikkeling even iets minder en dan wordt er ook veel minder energie gebruikt. Vanaf 2017 zien we wel een stijging van het energiegebruik en daarmee is de 1,5% ook een grotere opgave. Want als 1,5% van een groter energiegebruik is natuurlijk sowieso al meer dan in het verleden. Ambitie absoluut goed, voorzitter, want ambities, volgens mij zijn we het daar allemaal met elkaar over eens. En het zou nog wel mooi zijn indien de Raad ook aan kan geven in welke richting dan wordt gedacht. Hè? Van meer inzetten op bepaalde sectoren, meer inzetten op huishoudens. En ik wil er ook wel voor waarschuwen dat als wij die ambitie, maar ik weet zeker dat de ChristenUnie dat scherp heeft, en u hebt het volgens mij zelf ook een paar keer gezegd, het betekent dan wel iets voor onze inwoners. Want onze inwoners moeten het doen. Hè? Uiteindelijk moeten die beginnen te isoleren of die moeten besparen. Dan. Daar zijn wel kosten mee gemoeid. Dus we vragen niet iets van onszelf, maar van onze inwoners. En de ondernemers ook in onze gemeente. Niet alleen de inwoners. Nee, maar dat klopt. Maar, ja, of. Ja. Voorzitter, wij raden hem niet af, maar we vinden hem wel heel erg ambitieus. Dan heb ik voor mij liggen een motie ten aanzien van kleine windmolens. Op het ruimtelijke ordeningstechnisch niveau zal daar mijn collega Martijn Breukelman nog even op komen. U zult snappen vanuit duurzaamheidsoogpunt. Motie 1.
vanuit duurzaamheidsoogpunt omarm ik die motie natuurlijk zeer. Dan heb ik hier voor mij liggen het amendement windmolens in het gebied Balderhaar-Moor. Dat is volgens mij daar waar de meeste discussie over gaat vanavond en terecht. Voorzitter, er is aan toegevoegd, en daar ben ik heel blij mee, want we hebben een omgevingsproces. En als we daarop zouden ingrijpen, ja, dan nemen we eigenlijk onze eigen inwoners niet serieus. En ik ben heel blij dat de zin nadat de omgevingsadviesgroep enzovoort, dat er die aan toegevoegd is. En als die scenario's er liggen, voorzitter, dan kan de raad zelf ook de keuzes maken hoe nu verder. Daarmee heeft u ook zelf helemaal het proces in handen. En mochten daar uit die scenario's eventueel, ik zeg het allemaal heel voorzichtig, een knipoog worden gedaan naar het gebied waar we het nu over hebben, dan moet daarna, want dan ligt er een opdracht, dan moet daarna absoluut een omgevingstraject opgestart worden. Zo is het ook gebeurd in het gebied Bergentijn-Zuid, noem hem dan maar even. Er lag een opdracht nu van 420 en toen zijn wij dat proces opgestart. U geeft nog wel aan van die 420 terajoule blijft indicatief in het andere gebied. Die vind ik wel spannend, want op het moment dat we er vanuit die 420 er toch een aantal worden geparasiteerd op een ander gebied, of in ieder geval hetzelfde gebied, maar het gebied Kloosterhaar-Oost, dan zou ik zeggen van daarna komt dat omgevingsproces daar. En mocht het dan daar niet doorgaan, dan is het jammer. Maar dan is het niet anders. Dan is het gewoon iets minder in het gebied waar nu de omgevingsadviesgroep bezig is. Want anders dan komen we dit proces niet door. En daar moeten we ook gewoon heel eerlijk in zijn. En ik vind ook richting de omgevingsadviesgroep een goed proces, betrokkenheid. En nou ja, goed, dan zijn dit de gevolgen. En als je ziet wat onze ambities zijn, dan kan het dat ook leiden wat mij betreft. Voorzitter. Ik ben heel blij dat de wethouder dit zo stelt. Voor ons zijn de processen heel erg belangrijk. Dat is waarom wij natuurlijk straks ook de motie hebben ingediend. Dus ik ben ook blij dat met uw reactie op het amendement. En ik hoop ook dat we met elkaar die weg kunnen vinden naar die processen. Zodat we samen met het gebied uiteindelijk de doelen kunnen halen. En dat zal niet in één gebied zijn. Dat zal ook niet precies zijn van wat voorgeschreven is. Maar als we met elkaar onze stinkende best gaan doen om zo ver mogelijk te komen. Samen met de omgeving. Dan hebt u ons aan uw zijde. Aan mij zal het niet liggen, voorzitter. Dan de motie. Sorry, voorzitter. Ik had nog een vraag ook over dit punt. De heer Roodewold. Dank u wel. Als ik het goed begrijp, zegt u dus die 420 terajoule, om dat getal maar even te houden, is berekend met in achtneming dat ook in Kloosterhaar-Oost dus windmolens gerealiseerd zouden moeten worden. Als die niet doorgaan en dat er niet op een andere manier ook grootschalige energie opgewekt wordt, wordt daarmee het aantal terajoules lager. Klopt dat? Even dat ter inleiding voor mijn vraag, want mijn vervolgvraag is dan, gaan we dan dus ook kijken naar andere gebieden voor windenergie in deze gemeente bijvoorbeeld? Ja, voorzitter. In hoofdlijnen denk ik dat uw conclusie slaagt. Even terug naar waarom zijn de twee pilotprojecten aangewezen? Dat is omdat er een behoorlijke potentie zat in het gebied Bergentijn-Zuid, zo noem ik hem nog maar even weer. En het andere gebied, Kloosterhaar-Oost, zo wordt die vanavond benoemd. Daar zat geen of weinig potentie vanwege het verdrag van Meppen. Op het moment, en zo is het ook gesteld, en zo hebben we het ook al eens een keer in een eerdere setting met elkaar over gehad. Op het moment dat er windmolens komen aan de Duitse kant. Ik wil ook nadrukkelijk aangeven, als het in Duitsland niet doorgaat, is het wat mij betreft Kloosteraar Oostgebied ook niet in beeld. Want dat hadden we ook met elkaar gesteld. Maar op het moment dat in Duitsland wel iets gaat gebeuren, dan ontstaat er wellicht
een andere situatie. Als die andere, en ik denk ook dat op het moment dat het wel had gekund, ondanks het verdrag van Meppen, dat dit gebied ook als één gebied gezien zou worden. Want het staat heel erg dicht bij elkaar. Het raakt elkaar. Als je die conclusie trekt en je ziet dat er een ontwikkeling komt in Duitsland en we willen daar iets mee, hè, want je zou ook nog kunnen zeggen van nou, laat ze in Duitsland lekker hun gang gaan. Wij doen gewoon niks in Kloosterhaar-Oost, dat kan ook. Maar dat zijn allemaal dingen die komen terug als die scenario's er zijn geweest. Maar als het dan, als die Kloosterhaar-Oost, die zou dan anders erbij betrokken zijn, dan vind ik ook dat die 420 dan op dat hele gebied rust. Mocht het dan daarna een opdracht uitkomen voor Kloosterhaar-Oost en het gebiedsproces op een of andere manier slaagt niet, of in Duitsland gaat het niet door, dan vind ik dat we die 420 moeten afschalen. Maar anders moeten we weer terug naar het gebied Bergentheim, waar juist het gebiedsproces heeft plaatsgevonden. En die souplesse, die zullen wij volgens mij met elkaar moeten opbrengen. Voorzitter. Hierzo. De Kuipers. Ja, volgens mij wat de wethouder stelt, dat is ook de instelling van de motie, maar, of amendement, excuses. Misschien kan de meneer Roelofs dat even bevestigen. Is dat nodig? Volgens mij heeft u in uw beantwoording bent u ingegaan op het amendement. Ik ben erg blij met uw toelichting daarop. En dat was ook iets waar wat onduidelijkheid over was. Dus met uw toelichting neemt u al mijn onduidelijkheden weg. Dus mocht meneer Kuipers nog hebben, dan heb ik graag dat hij ze aan u voorlegt in plaats van aan mij. Ja, hij is heel helder. Dank u wel. Ik zie de Kuipers een duim opsteken, dus dat is een teken van ondersteuning. Ik ga verder. Ik heb nu nog voor mij liggen een motie instelling gebiedsfonds. Wat is motie 3 voor de helderheid? Voorzitter, destijds zijn er al wat randvoorwaarden gesteld of eisen gesteld bij de zonneparken die we met elkaar hier in principe verzoek hebben gehad. Ook bij de Veenwieken is er een gebiedsfonds ontstaan. Hè. Dus in feite gebeurt het regelmatig met een gebiedsfonds. Of anderszins wordt er ingezet op een 10% beschikbaarheid, bijvoorbeeld bij zonneparken voor een postcode-roos. Zodat ook dan revenuen naar het gebied terugkomen. Dus u hebt daar eigenlijk al een aantal kaders voor gesteld. Bijvoorbeeld in het proces Bergentheim-Kloosterhaar-Sipkelo. Gaat ook de omgevingsadviesgroep daar zelf een uitspraak over doen van hoeveel en op welke wijze zou het terug moeten komen naar het gebied. Dat is wat mij betreft de beste optie, want dan gaat het gebied er ook zelf over in gesprek. Alle ervaringen die wij hebben van die ik nu heb genoemd, die zouden wij mee kunnen nemen bij het opstellen van zo'n notitie. Ik zou van u wel graag willen iets meer tijd vragen, want ik wil graag dan ook het proces en de uitkomsten daarvan van de OAG in Bergentheim, wat daaruit komt, zou ik graag meenemen. Want dat is een voorbeeld van daar waar inwoners er zelf met elkaar bezig gaan. Dus als u van voor de zomer naar de zomer zou kunnen maken, of na het verschijnen van de scenario's in de OAG, dan kan ik daarmee leven, voorzitter. Dan de motie. Even kijken, waar staat het? Gebiedsprocessen. Voorzitter, ik had motie 4 is dat van de VVD. Voorzitter, ik had hem eerst heel anders gelezen. Ik had hem gelezen of dat wij een notitie moeten maken hoe wij gebiedsprocessen inrichten, à la Kloosterhaar Oost, waar we nu wellicht voor staan, of à la Bergentheim. Maar elk initiatief, denk ik, verdraagt een ander gebiedsproces. Maar ik begrijp nu dat u zegt van, nou, we moeten proberen dat we meer gebiedsprocessen, energiecoöperaties, Lutten Levert, initiatieven, u noemt zelf ook nog Slagharen, dat we juist meer van hoe kunnen wij het nu voor elkaar krijgen, dat we meer van dat soort initiatieven, hoe kunnen we het voor elkaar krijgen, dat we meer gebiedsprocessen in de benen krijgen. Om te komen tot duurzame energie, om te komen bijvoorbeeld tot een proeftuin, om te komen tot iets anders. Als dat de intentie is, voorzitter, dan omarm ik ook deze motie en dan gaan we dat uitvoeren.
Voorzitter, dan de laatste... Voorzitter, als ik daar nog mag reageren. Oh nee, dan mag. U mag hem deels zo interpreteren. Ik denk wel dat, dat is ook mijn toelichting geweest, het is van belang dat we meer van dit soort processen in de gemeente krijgen. Dus niet alleen toegespitst op de problematiek die nu zit in Bergen en Kloosterhaar. Dat is ook de reden waarom we zeggen van laten we proberen snelheid te krijgen. Want in Kloosterhaar dreigt er gewoon een proces aan te komen waar de energie op zit en verlies dat momentum niet. En zorg nu dat je een aanpak op de plank hebt liggen. Schrijft het uit hoe zo'n proces eruit kan zien. En dat zal voor elk gebied, voor elk type gebied een andere zijn. Dat zal andere en verschillende instrumenten vergen. Maar leg wel zo'n blauwdruk klaar. Maak zo'n blauwdruk, leg die ook aan ons als raad voor. Want daar kunnen we wel de kaders in meegeven. En laten we een methodiek met elkaar zien te vinden dat we snelheid kunnen maken. En niet alleen de verantwoordelijkheid aan de kant van de grenzen van onze gemeente leggen, maar breder gaan uitrollen. Voorzitter, gaan we doen. En we gaan nog even een keer een kopje koffie drinken over de precieze bedoelingen en de invulling daarvan. Maar dat gaan we doen. Voorzitter, dan de communicatieplan. Het is... Ik vind hem lastig. Want er wordt gezegd, er is nu straks een nieuw meerjarenprogramma. En daarover moeten wij goed communiceren. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Het meerjarenprogramma bevat heel veel. En communiceren over het meerjarenprogramma is lastig. We moeten op onderdelen uit het meerjarenprogramma, het zij over het energieloket, het zij over besparen, het zij een initiatief in een dorp. Daar moeten wij goede communicatie op zetten, maar het laat zich heel erg moeilijk vatten om daar een communicatieplan op te maken. Want er zitten zoveel initiatieven in. We hebben een infographic gemaakt als het gaat over het meerjarenprogramma. En we weten ook niet welke initiatieven, want we zetten heel erg in op initiatieven uit de samenleving. Dus we weten ook niet precies wat er komt. Dus wij moeten dan communiceren van wij staan open voor en wij willen u graag helpen bij initiatieven. En dat doen we ook. Maar over het plan zelf, dat wordt heel erg lastig. Dus u krijgt dan wel wat een abstract communicatieplan. Daar wil ik u dan voor waarschuwen. En het is aan de raad om daar naar te kijken hoe u daarmee om wilt gaan. Voorzitter, het gaat dus niet om het plan zelf, maar om de invulling van het meerjarenprogramma, zeg maar. Ja, dus u wilt inderdaad de opdracht die we elkaar nu geven, daar wilt u een goede communicatie op zetten? Ja. Ja, oké. Okay. Prima. Nou, dan hebben we misschien als indieners ook nog wel wat verschillende beelden bij de motie. Wat in ieder geval de intentie van ons als mede-indiener is geweest, is dat we het belangrijk vinden ook dat er op een andere wijze gecommuniceerd wordt. De tijdigheid bijvoorbeeld van wanneer communiceer je nu? Is dat we heel vaak zien, en ik wil het niet bagatelliseren, dus dat probeer ik te voorkomen. Maar wat je ziet is dat er vaak te laat achteraf gecommuniceerd wordt. En communicatie is meer dan een communicatieplan, is meer dan een persbericht of een infographic maken. Met alle respect daarvoor, want dat moet ook gewoon gedaan worden. Maar een communicatieplan gaat heel erg over, jongens, hoe gaan we er nu voor zorgen dat we actief mensen ergens bij gaan betrekken. Een bekende term in de communicatiewereld is issue management. Dus vooruit proberen te kijken welke issues komen er nu op ons af. En gezien dit een gevoelig dossier is, laten we kijken of we op die manier de communicatie kunnen inrichten. Zodat we met alle respect voor wat het proces nu weer met ons meegebracht heeft, dat we geen builen gaan vallen. En dat is volgens mij in ieder geval wat ons betreft een belangrijke toevoeging aan deze motie. Dat brengt u mij als uw voorzitter een beetje lastige positie als je onderling al als indieners verschilt van mening over de interpretatie van die motie. Nee, er is toch geen verschil in. Het dat valt mee? Dat dan valt houden we het zo. Ja. Ja. Alleen, ik schrok ook een klein beetje, dus vandaar. Nee, dat zijn onderdelen die je inderdaad meeneemt in een communicatieplan als je het hebt over dit soort onderwerpen. En zo zien wij hem ook. We gaan een poging doen, voorzitter. En dat vind ik wel een hele mooie. De 2,7 en de 5,6 en de stap voorwaarts naar 7%. En daar zijn wel gemeenten die zijn zelfs op 20%. Voorzitter,
Ik denk dat we een spraakverwarring hebben. Daar waar gesproken wordt over gemeenten die op 20% zitten, die doen dat indachtig het RES-bod wat er gedaan moet worden. Dat is de opgave voor het energiegebruik van onze huishoudens. Dus dan wordt er gezegd, wij gaan energie opwekken, zon op dak, voor onze huishoudens. En daar wordt het percentage op betrokken. Als wij dat zouden doen, als het percentage zon op dak en de energieopwek die daarin zit, naar een percentage toe brengen, dan zitten wij op dit moment al op, ik heb het opgeschreven, op 17%. Die 5,6 die wij op hebben geschreven, in dezelfde context, zou betekenen dat we dan op 40% uitkomen. Nou, als u daar dan nog een klein beetje bij doet, als u in ieder geval daarmee wilt vergelijken, dan hebben we een mega-opdracht. Want we hadden onszelf al behoorlijk ambitieus gesteld. Want wij rekenen namelijk niet met het percentage op basis van het energiegebruik van particuliere huishoudens en kleine bedrijven. Maar wij nemen hier namelijk het totale energiegebruik van onze gemeente mee. En daarom is dat percentage dan lager, omdat dat er een groter energiegebruik is. Voorzitter, mag ik een vraag stellen? Ja, er dreigt hier nu een richting in de strijd te ontstaan van hoe interpreteren we cijfers. Ik heb er wel behoefte aan dat er dan een notitie komt van hoe dit nou bedoeld is. Want als het op basis van de NPRS is het klip en klaar. Er zijn 30% haalbaar van de daken groter dan 300 vierkante meter. En daarvan is het maximum 30%. En als je dat, en wat u nu zegt, u legt een verband tussen het verbruik. Maar daar gaat hij van de rest helemaal niet over. Nou, voorzitter, en dan is het goed dat we duidelijk gaan maken. Dus mijn vraag zou zijn, laten we dit dan even aanhouden. Dan gaan wij daar nog even een hele duidelijke notitie over schrijven. Om in ieder geval het verhaal gewoon duidelijk te krijgen. Als er ambities zijn die hoger zijn dan datgene wat wij hebben opgeschreven, daar wil ik me heel graag aan conformeren. Maar het moeten wel haalbare ambities, in ieder geval ergens haalbaar zijn. Maar nogmaals, als u de ambitie naar boven wilt bijstellen, dan doe ik dat graag. Maar ik breng dan wel graag ook de consequenties daarvan in beeld. En ik stel voor dat we dat dan even doen. En dat we die dan terugbrengen naar de raad. En dan gaan we dan afspreken of het nou 5,6 wordt of 7%. Dat was het wat mij betreft. Voorzitter, zou ik in dit kader over de RES een vraag mogen stellen die nog eens blijft liggen? Want u hebt het al over onze ambities en dat we goed bezig zijn. Nu zijn er ook gemeentes die minder goed bezig zijn. En er bestaat al eens de neiging dat gemeentes die veel beter zijn dan anderen, wellicht een extra opgave zouden kunnen krijgen namens andere gemeentes. Zou u voor mij nog eens heel duidelijk kunnen zeggen dat we dat niet gaan doen? Daar heb ik wel behoefte aan. Het is toch wel heel raar, voorzitter, dat diegene die heel erg goed zijn best doet, nog een extra opdracht zou krijgen. Dus daar gaan wij niet voor. En ik heb, maar goed, dat weet u en u wilt het graag nog eens een keer bevestigd zien. Wij binnen de RES doen wij een heel goed bod. Dat doen we een bod op basis van dit plan, wat hier ligt, wat haalbaar is in dit plan. Op basis daarvan doen wij een bod. Ik heb in ieder geval in elke bijeenkomst die daarover gaat bij aangegeven. Op het moment dat wij toe willen naar 49% CO2-besparing, want daar gaat het weer over, over van alles en nog wat. Maar als wij normen moeten halen en wij gaan daar overheen, of wij doen meer ons best dan een ander, of een ander doet minder zijn best dan wij, dan betekent het niet dat als datgene wat wij te veel doen, of wat we meer doen, dan is dat om onze ambitie na 2030 hier in deze gemeente voor elkaar te krijgen. En we doen het niet voor een gemeente die zegt van, nou ja, goed, laat Hardenberg maar de kolen voor ons uit het vuur halen. Ik kan nooit garanderen dat het niet gebeurt, want als er iets wordt opgelegd van hoger hand, dan gebeurt dat. Maar daar zullen we ons in ieder geval ten volste tegen verzetten. Kijk even of er van de zijde van de wethouder Rietstad nog aanvullingen zijn. Ik zie u schudden. Dan kijk ik in uw richting. Ja, dat heb ik wel zwaar. De windmolens en de ruimtelijke ordening. Ja, u zou het haast vergeten, voorzitter. Ik houd het ook kort.
De motie over de kleine windmolens vanuit het duurzaamheidsaspect volgens mij voldoende beantwoord. Maar er zit ook een hele duidelijke ruimtelijke richting in het dictum. Waarin u een richting aangeeft over de ashoogte en de locatie buiten het bouwvlak. Die richting is denk ik voor het college wel helder. Alleen er is één complicerend factor. U draagt het college op om de ashoogte vast te stellen en mogelijkheden te bieden. Alleen niet het college is daarvoor bevoegd, maar u bent als raad zelf daarvoor bevoegd. Dus u kunt in die zin het college op deze wijze dat niet opdragen. Maar misschien is het een goed idee dat het college even met een voorstel naar uw raad komt. Met daarin de route hoe u als raad zelf zeg maar, tot die oplossing kunt komen. En dan moet u denk ik denken aan een veegplan of een paraplu-bestemmingsplan. En misschien is het ook goed om dan even de voors en nadelen mee te nemen over de tiphoogte, want die gaat wel degelijk een eindje omhoog als je de ashoogte naar 25 meter doet, voorzitter. Ja, voorzitter. De heer Stelstra. Wat een prachtig voorstel van de heer Breukeman, maar wellicht kan hij ook even wat andere hoogtes nog meenemen. Dat is akkoord, voorzitter. Misschien even de vraag. Ja, welke hoogtes? Voorzitter, als u uw eigen bestemmingsplannen kent, dan zijn er twee bestemmingsplannen, of drie bestemmingsplannen eigenlijk, waar nu al iets in geregeld is. Als u dan toch de details wilt weten, dat is het bestemmingsplan buitengebied Hardenberg. Het bestemmingsplan buitengebied Hardenberg, Reesdal en Bergentheim-Zuid. Dat zijn de drie. Onder artikel 59.5 vindt u daarvan de voorwaarden, voorzitter. Daar staat de voorwaarde van een tiphoogte op 25 meter. U maakt van de tiphoogte de ashoogte. En als u googelt, dan vindt u gemeenten in een marge van 15 tot 30 meter. En lijkt me goed dat ik daarop terugkom. Misschien een vraag richting uw wethouder. Wat betekent dat ten aanzien van de motie? Aan de raad. Ik kijk even rond of u toe bent aan besluitvorming. Ook gelet het tijdstip, want we lopen ook wat uit voorzitter, de tijd. Ik zou graag even willen schorsen. Heeft u genoeg aan een schorsing van 5 minuten, waar u misschien kunt overwegen welke moties overeind blijven, welke... Ik wel, wellicht... ik weet niet of anderen... Ja? Ja, nee, oké. Okay. Schorsen we 5 minuten? Ja. Dames en heren, de 5 minuten zijn ruim verstreken. Duidelijk, meneer de burgemeester. Precies, vaart maken. In een bak koffie. Heb je al een koffie gehad? Ik heb hem straks, neem zo'n kopje, denk ik. Dames en heren, we gaan weer beginnen. Ik heropen de vergadering en ik kijk even rond. U heeft een moment van schorsing gehad. En meestal is zo'n moment van schorsing niet alleen bedoeld om het drinken van een kopje koffie, maar ook om eens te overwegen of de moties of amendementen, gelet op antwoorden in het college, nog hun functie waardig zijn. Of dat zegt, nou, ik hou ze even aan of ik trek ze terug. En ik kijk eventjes, ik loop ze allemaal even langs. In de volgorde zoals we dit genoemd hebben. Ik kijk even of we ze op deze wijze, zoals u ze aangekondigd heeft in het eerste, in de eerste ronde van het debat, straks een stem kunnen gaan brengen. Amendement 1, dat is windmolens Balderhaar, om ze maar even te noemen. Die blijft. Ja. Amendement 2, dat is het verhaal van. Even kijken. Energiebesparing. Dat is de 1,5% omhoog, die blijft. Amendement 3, dat is die van de zon op de daken, waarvan de wethouder zei van nou, kan die niet even aanhouden voordat we precies weten waar we het over hebben. In overleg besloten om hem aan te houden en misschien de start, of de notitie in ieder geval snel tegenmoet. Dan brengen we die niet in stemming. De moties, dat zijn er ook een stuk of 4. Motie 1, dat heeft met de ashoogte te maken. En kijk, die gaat door. Naar de volgende ronde. Ja. Voorzitter. Als het toch even mag. Ja, de heer Stelstra. Het gaat over de ashoogte. En ik vond de wethouder gaf een, schetste een mooie lijn over de interpretatie van die motie. Maar ik zou even willen weten of de indiener ook die lijn volgt. Voorzitter, daar zijn we zelfs enthousiast over. De discussie was ook laten we die motie staan of laten we hem vervallen naar aanleiding van de beantwoording van de wethouder. We zien nu de motie als motivatie voor de wethouder om met een goed voorstel te komen op korte termijn. Nou, hartstikke mooi dat u uw eigen wethouder heeft. Ik zou de wethouder motiveren. Dat was motie nummer 1. Motie nummer 2, dat is die van het communicatieplan.
die blijft. Motie 3 is die van de gebiedsfondsen bij duurzame energiewekking. Die blijft. Ja. En motie 4 is die van het gebiedsfonds. Ik zie de Bak schudden met zijn hoofd, maar ik weet niet of dat hier het mee te maken heeft. Nee, die blijft. Ja. Bent u toe aan stemmen? Ja, voorzitter. Want volgens mij was het gebiedsfonds van de PvdA, dacht ik, of niet, hè? Ja. En daarvan zou ik ook aan hun willen vragen, zijn zij het eens met de interpretatie van de wethouder? Want die gaf ook een bepaalde kleuring aan de motie. Nee, we willen hem gewoon aanhouden. Of niet aanhouden, in stemming brengen bedoel ik. Ja. Ja. Dat is tegenovergestelde, hè? Ja, goed, ja. Maar de wethouder gaf daar een bepaalde kleur aan tijdens zijn beantwoording. En ik ben even benieuwd of u die deelt. Nou, die kleuring die zien we dan graag terug in het voorstel waar wij om vragen. Als u het dictum heeft gelezen, dan is dat een vrij ruim dictum die voldoende interpretatie wat dat betreft openlaat. Het gaat er ons er wel om, en dat is nog wel een wijziging, dat hij in oktober, hij wordt wat dat betreft iets scherper gemaakt. Dus niet na de zomer, of niet voor de zomer, maar in oktober. Ja. En dat is toegestuurd. Indian summer is dat, hè, tegenwoordig. Wat u wil. Ja. Goed, wij gaan over tot de stemming. En de gewoonte is om eerst te stemmen over de amendementen. Daarna over het voorstel. En daarna over de moties. Is dat akkoord? Dan stemmen we eerst over amendement 1. En dat is het amendement over Baldraar Moor. Wie zijn er voor? Ik begin bij de ChristenUnie. Voor. CDA. Voor. 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 Ja, voor. 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 Met algemene stemmen is die aanvaard. Amendement 2, dat is de ambitie. 2% in plaats van 1,5%. Ik begin bij de ChristenUnie. Voor. CDA. Voor. Voor links. VVD. Voor. 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 Tegen. Tegen. Voor. 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 Daarmee is die aanvaard. Dan stemmen we over het voorstel. Amendement 3 wordt aangehouden. Het voorstel dat bestaat uit een viertal elementen. Allereerst het meerjaarprogramma vast te stellen. Dan de publieksversie in de infographic vast te stellen en vrij te geven voor publicatie. Het college van BMW op te dragen de voortgang van het meerjaarplan jaarlijks te rapporteren. En het college op te dragen om te komen in een voorstel betreffend lange termijn enzovoort. Wie is er voor het voorstel? ChristenUnie. Voor. CDA. Zeker. Voor. 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 Van harte voor. 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 Dan is dat een algemene stemmen. Dan de moties. We beginnen met motie 1. Dat is die van de kleine windmolens. Voor met de toevoegingen van de wethouder. Het is gewoon voor. CDA? Ja, hij is van ons, dus laten we er voor van maken. Voor. Voor. En hij is ook van ons, dus voor. Voor. Hij is van ons allemaal, hè? Hij is straks helemaal van ons allemaal, ook voor. Voor. Met de opmerkingen over de variaties in de hoogte. Nee, stemmen we voor of tegen? Voor. Ja. Stem ik eigenlijk niet. Voor. Voor. Motie 2, het communicatieplan. De ChristenUnie. Voor. CDA. Voor. 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 Tegen. Voor. Dan is die aanvaard. Motie 3, dat is instelling gebiedsfondsen bij duurzame energieopwekking. Van de Jonkhans, dat is van de PvdA-fractie. Ja, voor. 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 Tegen. Tegen. Voor. 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 En voor. Dan doe ik deze aanvaard. En tot slot motie 4 van VVD en anderen. Begin weer bij de ChristenUnie. Voor. 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 Tegen. Voor.
Dan is ook deze motie over de streep die heeft gehaald. Mooi, dan hebben we hiermee een einde aan een vrij intensieve bespreking. Complimenten aan u allen en complimenten aan degene die op de tribune zaten voor alle geduld. En complimenten in de richting van het college voor de nauwkeurige en de plichtstrouwe beantwoording. We hebben nog een ander onderdeel op deze agenda staan. Dat is namelijk het beeldkwaliteitsplan en grondexploitatie Brandsveen. Daar is alleen een stemverklaring mogelijk. Ik kijk of daar behoefte is aan een stemverklaring. Ik zie allemaal schudden. Dan ga ik het rondje andersom doen. Ik begin mijn stemming meteen. Voor. Ik zie allemaal knikken. Voor. Algemene stemmen aanvaard. Rondvraag. En u heeft mij verteld dat u daar geen gebruik van maakt. Klopt dat? Is zo. Dan sluit ik hiermee de vergadering. En ik geef u even, denk ik, 10 minuten om ook te wisselen op tribune als u er behoefte aan heeft. Voordat we overgaan naar de opening en de ronde. Ik sluit hierbij de vergadering.